Een hele goede avond en welkom bij de livestream van het IKF. We gaan zo kijken naar de wedstrijd Fortuna Delft Logistiek tegen PKC. En dit zal de finale zijn van de Korfball Champions League. En net als gisteren staat naast mij Jan Niebeek. Opnieuw welkom. Dankjewel. Ja, leuk om hier te zijn. Ja, en je hebt net al de wedstrijd gezien. Dat voelde al als een finale. Zeker. Dus het kan niet beter worden eigenlijk. Ja, en het is voor het eerst. Het is ook een historisch momentje, want het is voor het eerst een Old Dutch final natuurlijk. Dus dat is ook wel interessant om te zien. Ja. Ja. Nou ja, we hadden het er gisteren al eigenlijk een beetje over. Van gaan ze op volle oorlogsterkte, gaan ze dat niet? Ja, hoe gaat het eruit zien? Maar voor nu, als wij naar het veld kijken, zien we toch flink wat spelers die normaal ook zouden spelen. Ik zie gewoon volle bak, dus dat is mooi. Misschien wel juist heel mooi, ook voor het toernooi. Ik bedoel, als je hier allebei B-teams neer gaat zetten, dan is nee, het zonde. Absoluut. Kijk, er zit natuurlijk altijd iets in het achterhoofd van de competitie, het belang van de competitie. Dus ze zullen echt wel scherp zijn op de fitheid. Maar deze sporters willen deze wedstrijd ook spelen. Dus daarom is dit ook zo mooi. En ja, ik sprak net iemand in de kantine, die gaf ook aan van ja, we spelen al zo vaak tegen elkaar. En vanuit die sporters snap ik dat wel. Hè. Dat zeiden de Belgen trouwens ook. Hè. Die komen elkaar dit seizoen ook heel veel tegen. Alleen, als toeschouwer wil je deze wedstrijd wel 10 keer zien. Dus we zien hem eigenlijk nog te weinig. Ja, dus het is meer de wedstrijd van de toeschouwer vanavond. En toch zullen zij er, wat je zegt, vol ingaan. We hebben wel gisteren bijvoorbeeld een Laurens Leeuwhoek al zien spelen. Een Fleurhoek al zien spelen. Ik kan me niet voorstellen dat die een volle wedstrijd gaan maken vandaag. Dat verwacht ik eigenlijk ook niet. Maar het zijn natuurlijk iets kortere wedstrijden dan wat ze gewend zijn. Gisteren was echt een lage intensiteit ten opzichte van de Korfball League, denk ik. Dus ik denk dat er best nog wel wat in het vat zit voor deze sporters. Ja. Art Korporaal, fijn dat je er bent. Heerlijk, ja. We hadden het er net even over, gaan ze wel op volle oorlogsterkte of niet? Maar voor wat we nu zien staan, ziet het er wel naar uit. Ja hoor, ja. Kijk, uiteindelijk is het zaterdag en moeten we volgende week zaterdag weer. Dus ja, het zou ook zonde zijn om een week stil te staan. Dus we gaan gewoon, ik hoorde het Jan net aan het einde een beetje zeggen, we gaan gewoon volle bak spelen. En het enige is, hè, mocht er op een gegeven moment een wedstrijd gespeeld zijn, dat je dan wat andere keuzes maakt. Maar tot die tijd gaan we er gewoon vol tegenaan. Ja, Fleurhoek bijvoorbeeld heeft gisteren al best wel wat gespeeld. Hoe ga je daarmee om vandaag? Nou, ze hebben allemaal maximaal een helft gespeeld die nu starten. En Fleur ook. En Fleur heeft vorige week niet gespeeld. Dus, die wil wel. Die heeft nog wel wat energie in de tank, vermoed ik. Ja, even wat intalen. Ja. En ze begon gisteren niet zo goed, dus ze zal wel vandaag wel de lat iets hoger voor zichzelf leggen. Precies, daar zit het hem natuurlijk in. Dus Fleur is een van degenen die ons altijd zegt, als wij dan de tegenstander uitgebreid analyseren, jongens, maak je niet zo druk. Ja. En dan weten we ongeveer hoe de vlag ervoor staat. Maar precies. We weten ook hoe de vlag ervoor staat, maar als het erom gaat. Want dan is zij normaal gesproken altijd gigantisch goed. Precies, dus, en dit zijn toch finales voor die spelers ook. Ja hoor. Natuurlijk, het staat in een ander licht dan Ahoy, maar het heeft wel degelijk licht. Ja, dat denk ik ook. Hè. Ik bedoel, als je op zaterdagavond Fortuna PKC hebt, dan gaat het. We hadden begin van het seizoen het spektakel hier. Was ook een hele mooie wedstrijd. Gaat het ook tot het gaatje. Ja. En is uiteindelijk PKC ook nog zelfs heel blij dat ze winnen na verlenging. En dat bedoel, daar ben je sport daarvoor. Dus uiteindelijk wil je gewoon altijd winnen. Alleen, kijk, het na-effect is vaak wat minder. Hè. Dus als je de Korfball League finale verliest, of zelfs misschien wel competitiewedstrijd, dan heb je als trainer vaak ook wat meer te doen door de week dan als je een Europa Cup wedstrijd verliest. Zo simpel is het ook. En het is natuurlijk ook interessant wat er gebeurt in zo'n wedstrijd. Hè. Ik bedoel, Fortuna vond ik op het spektakel. Je mist natuurlijk een aantal mensen ten opzichte van vorig jaar. En dat was eigenlijk gewoon een hele interessante wedstrijd. Ja, vaak is het gewoon fijn om te zien van hè, nu ook. Daan doet natuurlijk niet mee bij ons. Van oké, hoe kunnen we nou zonder Daan, hoe staan we dan ten opzichte van PKC? Ja. En dat was inderdaad bij het spektakel ook. En je ziet altijd, dat zal bij Wim en Jennifer niet anders zijn. Er zijn altijd weer dingen die je ziet dat je denkt, hey, dat kan ik later misschien wel gebruiken als we weer tegen ze spelen. En het is precies belangrijk. En, ja. Dus je bent ook, buiten dat je bezig bent met hier winnen, ben je toch als coach ook een beetje bezig met later. Ja, nou mooi. Ja. Ik kijk er naar uit. Mooi. Ik denk alle toeschouwers. Dus we gaan je bedanken en we gaan hopelijk na de wedstrijd nog even spreken. Uiteraard. Dankjewel. Ja, en volgens mij staat de trainercoach van PKC ook klaar. Ja, leuk. En ditmaal neemt Jennifer Tromp even de tijd voor ons. Fijn dat je er bent. Ja, dank je. We hadden het net over volle oorlogsterkte. Zeker. Nou ja.
We spelen 5-on-5 en Romy en Laurens starten op de bank. Okay, ja. Maar daar kunnen we natuurlijk ook nog van alles mee. Zeker. En dat maakt eigenlijk niet uit welke 8 starten. Dus ik denk dat dit een manier is om op volle oorlog sterkte te zijn. Ja. Hoe hebben jullie je voorbereid? Ja, eigenlijk zoals op elke andere league-wedstrijd. Want je zit nu wel in een league-periode en dan is dit een soort van onderbreking. We hebben gisteren wel de mensen van tweeën natuurlijk wel veel minuten gegeven. Ja. Zodat we zeker de belasting in de gaten kunnen houden. En verder hebben we voorbesproken. We hebben eigenlijk niks anders gedaan dan normaal. Ja, precies. Ja. Nee, keurig. Nee, maar, goeie vraag. Maar, het is ook gewoon wel een andere wedstrijd. Andere ambiance. Andere, nou, de dynamiek is anders. Ook met zo'n wedstrijd van de Belgen ervoor. Dus het is ook altijd interessant. Ik zie in ieder geval de kopjes goed staan van die willen zich laten zien. Ja, het is een mooie entourage en inderdaad, je hebt een wedstrijd ervoor waar al hard wordt gestreden, bijna een verlenging. En dan zie je wel dat ze zitten van wanneer mogen wij nou beginnen. Ja. Dus dat is wel heel mooi. En ook, heel veel mensen die komen toch kijken omdat ze denken, ja, het is toch Europese finale. En ondanks dat het een hele andere toernooi opzet is dan we gewend zijn, is het wel toch wel mooi dat we die mogen spelen. Ja, zeker. Ja. 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 Je hebt vaak tegen Fortuna gespeeld. Je hebt er zelf gespeeld. Niet altijd gewonnen, maar ook vaak wel gewonnen. Ja. Wat ga je er nou vandaag veranderen of beter doen dat je vandaag gaat winnen? Nou, we moeten vooral zorgen dat we goed aanvallen. Dat we veel druk zetten zelf ook. Dat je niet zo laat wegduwen uit het spel, maar dat je zelf heel actief, agressief aanvalt. En ik denk dat we daar aandacht aan hebben besteed. En verder goed schieten. Je ziet dat sommige spelers, toen we eerder tegen Fortuna speelden, in de afronding niet heel lekker zaten. En dan kan je zeggen, ja, misschien waren het niet de beste kansen. Maar ik denk ook dat we een aantal weken geleden gewoon er iets minder goed in zaten nog. De competitie is nu wat meer gevorderd. Maar dat zal voor Fortuna ook gelden. En het zullen altijd wedstrijden zijn die dicht bij elkaar liggen. Het zijn gewoon twee hartstikke goede teams. Ik denk een hele mooie wedstrijd. Zou je nog met mij willen delen welke 8 gaan starten? Ja, dat is een goeie. Wat ik net dus zei, Romy de Rijk en Laurens Leeuwenhoek niet, dus dan hou je over. Olaf van Wijngaarden met Jelmer Jonker, met Sanne van der Werf en met Nienke Hinsbergen, die start in de aanval. En het andere vak heb je dan Arjen van Houwelingen, Richard Kunst, Sita Scheuder en Brett Zuidwecht. Mooi. Ja, dit doe je toch beter dan Wim, want die wordt ook altijd zenuwachtig zodra ik de opstelling vraag. Ja, ik heb net wel even uit mijn hoofd zitten leren, dus heel goed. Goed. Heel goed. We hopen je na de wedstrijd nog even te mogen zien. Is goed. We kijken ernaar uit. Is goed, dankjewel. Dankjewel. Ja, twee ploegen die er vol voor gaan. Ja, leuk. Ja, ik hoop eenzelfde wedstrijd als daarnet. Waarbij ik ook hoop, want ik hoorde dat net terug van de analisten, dat de scheidsrechters iets minder een boventoon voeren. Ja, maar dat is Europees. Dus daar heb je gewoon mee te maken. Dus ik hoop gewoon dat de spelers zich hun aandacht daar niet op richten. En gewoon die wedstrijd spelen. En het gaat erom dat dit zijn ook teams die wel respectvol naar elkaar zijn, denk ik. Dus ik denk dat het daarom gaat. Van kan je je aandacht, ondanks die omstandigheid. Want die scheidsrechters zijn niet gewend om dit soort wedstrijden te fluiten. Dus voor hun is het misschien nog wel moeilijker dan voor de spelers. Ja. En het gaat er dus om van hoe ga je daar als speler mee om. En ook als coach, zeg maar. Want we nemen soms gewoon andere beslissingen als dat je die gewend bent in de competitie. Ja, Jennifer benoemde net even het andere format wat we dit jaar hebben. Daar wordt een hoop over gesproken, dan wel positief, dan wel negatief. Ja. Wat vind jij daarvan? Nou kijk, ik hoor heel veel goede argumenten waarom het een minder goed format is. Hè. Dus... Je ziet dat bepaalde landen, de Duitsers bijvoorbeeld, heel veel toernooien moesten afreizen. Er was één ploeg die zelfs 4 toernooien heeft gespeeld. Dat is veel, ja. Dat is echt veel. Zeker omdat zij ook over beperkte financiële middelen beschikken. Spelers moeten vaak zelf flink bijdragen. Dus dat vind ik allemaal steekhoudende argumenten. Maar ik hoor ook het argument van, ja, dan waren we de hele week met het team op pad en... Ja, dat is leuk, maar het gaat natuurlijk om wat is nou de competitive balance op zo'n toernooi. En ik heb deze 2 dagen heb ik in ieder geval veel gelijkwaardige wedstrijden gezien. En dan zie je dat Nederland gewoon boven ligt. Maar ik vind het fantastisch dat we vandaag hier een Fortuna PKC hebben. Ja. Want dat zijn de 2 beste ploegen van de afgelopen jaren in de wereld. Ja, die kan je toch niet vaak genoeg tegen elkaar zien. Dus... Daarom ben ik er wel blij mee.
Maar ik begrijp ook wel de andere argumenten. Als het gaat om de financiële last bij soms kleine clubs. Maar ik denk ook wel weer dat het een boost kan geven aan de professionaliteit van onze clubs. Dus ik zie daar echt wel voordelen. Ja, en is het dan niet zo wat je zegt inderdaad, dat we zijn een week weg en dat is leuk. En tuurlijk is dat als club en als team is dat heel leuk om met de selectie daarheen te gaan. Maar is het ook niet dat het dan meer leeft? Omdat het nu toch opgedeeld is in verschillende stukjes, verschillende weekenden, tussen de competities door. Is het niet dat het meer leeft als het echt één toernooi is in dus een week of een lang weekend? Nou, kijk, wat je bijvoorbeeld wel ziet, dat beide ploegen hebben het denk ik in de voorbereiding, hadden ze misschien nog wel iets serieuzer kunnen aanpakken. De Nederlandse ploegen, hè, dan zie je dat op vrijdag de ploegen best wel laat arriveren. Dus dat ze het eigenlijk gewoon als een soort trainingsavond beschouwen. Terwijl je speelt dan gewoon een finale en je wil je goed voorbereiden. Die spelers moeten eigenlijk hier uitgerust beginnen. Ja. Ik heb die agendas niet van die spelers, maar ik kan me wel... Ik vraag me af of dat echt gebeurd is, zeg maar. Dus dan, op het moment dat je dat doet, is het blessurerisico ook kleiner. Ja. Dus daar zitten ook wel dingen die je zelf kan doen als club of als coach. Om de ploeg hier maximaal goed voorbereid te krijgen. Dus ik zie ook wel van, een hele week weg. Maar dit is eigenlijk... zoals heel veel andere sporten het ook doen. Hè? Je reist erheen, je speelt één of twee wedstrijden en je reist weer terug. Dus ik zie dit wel als een mooie stap voorwaarts. Ja, als we dan nog even teruggaan naar de wedstrijd die we zo gaan zien. Art Korporaal zei het al, Daan Breuningen wordt gemist. Hoe denk je dat Fortuna dit kan opvangen? In principe is het normaal heel spannend. Je kan daar niet opvangen in de zin van hem vervangen met een gelijkwaardige speler heb je niet. Maar je hebt wel natuurlijk... als je kijkt naar Kai, die gewoon eigenlijk twee hele stabiele wedstrijden, stabiele wedstrijden gespeeld heeft. Dus ik ben ook benieuwd hoe hij het dan in deze wedstrijd doet. Hè, wat gaat PKC daar tegenover zetten? Ik had zelf in de wedstrijd tegen LDO DK, was ik hier ook in de hal. En toen dacht ik van, waarom gaat LDO DK niet wat extremer op Kai achter verdedigen? Want nu dat deed hij geweldig. Hij pakte alle ballen. Maar hij werd eigenlijk niet echt getest. Dus daar ben ik wel benieuwd naar hoe dat dan vandaag gaat gebeuren. Die test zal komen vandaag. Dat verwacht ik. En ik zou dat ook terecht vinden. Want uiteindelijk, als je hem in zijn kracht laat komen. En ik weet niet met wie die vandaag staat. Waarschijnlijk met Mick. Ja, ik ben het vergeten te vragen. Inderdaad, Met Mick Snel of Nick van der Steen. Ja, dat zal wel belangrijk zijn, denk ik. Ja, nou, we gaan er zo van mogen genieten. En we gaan in het rust weer met elkaar over de wedstrijd hebben. Mooi, dankjewel. Voor de kijkers thuis wensen jullie heel veel plezier met het kijken naar de eerste helft. Ook een hele goede avond vanaf de commentaarpositie. Naast mij... Lies Bollaars, Lies, jouw vierde wedstrijd al, hè, dit weekend. Ja, goedenavond. Ja, mezelf ook even voorstellen, Jacco van den Boogaard. Ja, wij mogen de finale van de allereerste Champions League korfbal mogen wij becommentariëren voor u. We hoorden net even dat de opstelling van Fortuna, daar waren ze in de analyse niet naartoe gekomen. Dus die gaan wij even doornemen. En dan zien wij in de eerste aanval Celeste Split, Jessica Lokhorst, Kai van Vliet en Joren van Nieuwenhuizen. En in de verdediging Fleur Hoek, Michelle van Geffen, Mick Snel, Mick van der Steen. Zie jij opvallende dingen? Op zich niet. Dan Preuninger is nog niet fit, dus Kai van Vliet start weer aan de wedstrijd. Ja. Op zich denk ik dat de beide ploegen sterk starten. Ja, en er werd ook even aangegeven, hè, van de vaksamenstelling van Fortuna. Ja, Mick Snell en Nick van der Steen die spelen heel vaak samen. Dus op zich begrijp ik dan wel dat Kai van Vliet in het vak met Joren van Nieuwenhuizen wordt gezet. Even uit mijn hoofd speelden ze volgens mij gisteren ook samen. Ja, klopt. Ze speelden gisteren ook samen. De wedstrijd tegen Borgerhout Groenwit. En verder geen bijzonderheden bij Fortuna, denk ik. En bij PKC eigenlijk ook niet. Nou, dus Leeuwenhoek start niet, maar dat gebeurt vaker. PKC speelt met 5 dames en 5 heren.
ja, dan moeten er altijd twee aan de kant starten. Ik verwacht dat Leeuwenhoek nog wel gaat komen. Romy de Rijken wellicht ook. Hangt even van het verloop van de wedstrijd af, denk ik. Leeuwenhoek verwacht ik sowieso wel. Ja, gisteren hebben de beide ploegen, zowel Fortuna als PKC, doorgedraaid met hun A-selectie en hun B-selectie. Dus ze zijn wel fit, denk ik. Ja, wij hadden het er gisteren wel over van de PKC en Fortuna. Maar ja, die zullen allebei zo weinig mogelijk energie willen verspelen aan de halve finale. Nou, we hebben beide wedstrijden gisteren gezien. Ik had de indruk dat PKC dieper moest gaan om Florian te verslaan dan Fortuna tegen Borgerhout Groen-Wit. Ja, die indruk had ik ook. Ik denk dat Florian het PKC het iets moeilijker gemaakt heeft als Borgerhout Groen-Wit het Fortuna moeilijk heeft gemaakt. En dan gaan we kijken wat dat betekent voor de wedstrijd van vandaag. Of we inderdaad zien dat Fortuna, ja, dat zal je dan vooral in de eindfase merken, toch wat scherper is en wat meer over heeft. Ja, dit zijn op dit moment de twee beste ploegen ter wereld. Dus ik heb er verschrikkelijk veel zin in. Ja, het zal hopelijk een leuke pot worden. De vorige pot was zeer spannend. De twee Belgische ploegen tegen elkaar. En we hopen hier hetzelfde. Ja, waarbij we denk ik toch wel mogen verwachten. Want het was inderdaad een hele spannende wedstrijd. Qua goed korfbal had het beter gemogen. Ja, ja, absoluut. Ja. Het echte topkorfbal zullen we hopelijk nog zien. Ja. Ja, dat geeft ook niet, hè. Ik bedoel, we weten dat het verschil tussen de Nederlandse en de Belgische competitie groot is. En we hebben in ieder geval een hele vermakelijke wedstrijd gezien om de derde plaats. En wat je ook vindt van het huidige format. Het is lang geleden dat ik een wedstrijd om een derde en een vierde plaats heb gezien. Waar zoveel in zat als zojuist. Ja, dat klopt inderdaad. Ik denk dat de wedstrijd wel echt leuk was. Hè. Inderdaad, het beste korfbal hebben we niet gezien. Maar het was wel fijn dat alle elementen dat een wedstrijd wel moet bevatten. Absoluut. En ja. Het was fijn om dat te kijken. Het was voor mij persoonlijk ook best lang geleden dat ik een rode kaart zag in de wedstrijd. Zie jij die vaker in België of valt dat mee? Rode kaarten op zich niet, hè? Maar er vallen geregeld groene en gele kaarten. Ja, dat, absoluut. Dat gebeurt in de Nederlandse competitie ook, maar rood is zeldzaam. Ja. Ja, beide ploegen gaan zo voorgesteld worden. En daar gaan we zo maar even naar kijken. Want ik denk dat we de inleidende beschietingen nu wel een beetje gehad hebben. Hè? Alles wat we er vooraf over te melden hebben. We gaan niet alles herhalen wat Jan Niebeek samen met Joyce Schout al verteld heeft. Dus wij gaan met u even kijken naar het voorstellen van de beide ploegen. De sfeer zit er in ieder geval lekker in. Ja, het is wel leuk. We zeiden de vorige wedstrijd met de Belgische ploegen waren we ook aan het zien dat de sfeer er ook zeker in zat. Maar ik denk dat de supporters van PKC op deze moment niet moeten onderdoen. Nee, dat doen ze ook niet, denk ik. Ik zie dat de supporters van Florian en Borgerhout Groen-Wit op grotendeels zijn blijven staan. Nou, ook dat is leuk. Misschien één ding nog wel even goed om te benoemen, want best wel veel mensen gesproken de laatste dagen. Ja, daar krijgen we een finale tussen twee Nederlandse ploegen. Dat is overigens niet uniek. Want in de geschiedenis van het korfbal, toen we daar heel lang geleden mee begonnen, Europa Cup op het veld. Ik geloof dat de eerste 7-8 finales tussen twee Nederlandse ploegen waren. Oh, dat is voor mij zeker nieuw. Was het in de zaal ook al? Nee, op het veld. Op het veld, oh. Ja. Nee, de allereerste Europa Cup in de zaal was in 1985. Dat was in Papendrecht. Ik was 9 en ik was erbij. PKC won toen van Sikopi. Sikopi, ja. Was een hele mooie finale, ja. Dus het is wel de eerste zaalfinale tussen twee Nederlandse teams.
Ja, de Europa Cup op het veld is jaren niet gespeeld. En sinds enkele jaren kennen we de Europese Supercup op het veld. En dat is tussen de veldkampioen van Nederland en de veldkampioen van België. Nou, Fortuna is inmiddels voorgesteld. We hebben de naam al genoemd, de opstelling. PKC wordt nu hier voorgesteld met het muziekje dat ze in de PKC-hal ook altijd gebruiken. Opvallend is wel dat de dames en heren om beurt worden voorgesteld. Dat is een standaard in het internationale korfbal. Dus op EK's en WK's en ik denk ook de World Games dat standaard is voor de gelijke rechten van mannen en vrouwen. Terecht, het komt inderdaad voort uit het streven naar gender equality van het IKF. Ik vind dat een hele goede zaak. Ja, op zich geen probleem. Ik heb het zo in Zuid-Afrika meegemaakt dat ik werd afgeroepen. Ik ben natuurlijk maar 1,60 meter. Tussen twee hele lange kerels, dus dan sta je er wel als dame. Als je ziet het verschil tussen Jessica Lokhorst en Mick Snell bijvoorbeeld. Als er nog een lange kerel naast staat, dan is het wel, het is wel een leuk beeld. Ja. Arbitrage, ook voorgesteld. Hetzelfde duo dat gisteren ook een wedstrijd gefloten heeft, denk ik. Ja, zeker. Ja, de duo's zijn twee keer hetzelfde. Die zijn niet uit elkaar gehaald. Ja, beide ploegen gaan zich opstellen. Ik ben benieuwd welke interessante koppeltjes we gaan zien. We kijken bijvoorbeeld naar tegen wie Olaf van Wijngaarden gaat staan. Dat is altijd leuk. Ik vraag me ook af of dat natuurlijk binnen anderhalve week, volgende week, spelen ze terug tegen elkaar. Of dat ze tactisch toch iets anders gaan aanpakken. Of dat ze in hun kaarten laten kijken voor de competitie. Of dat ze hier gewoon vol aan de bak gaan. Ik denk dat ze vol aan de bak gaan. Ja. Ik denk dat sowieso die competitie over anderhalve week, ja, dat is prima. Het zou kunnen als dit anderhalve week voor de finale in Ahoy zou zijn geweest. Dan zou het wellicht anders zijn geweest. Maar ik denk in aanloop naar de competitie. En sowieso, deze ploegen kennen elkaar zo goed. Die hebben geen geheim meer voor elkaar. Ja, Olaf van Wijngaarden gaat verdedigd worden door Mick Snell. Ik denk dat dat straks andersom is. Ik denk dat Olaf van Wijngaarden zelf Nick van der Steen gaat verdedigen. En dan kan Jelmer Jonker gaan rebounden met Mick Snell. En Fortuna is geopend met de eerste aanval. Celeste Split lijkt verdedigd te worden door Zita Schreuder. Dat zal in dat vak zullen ze Celeste Split normaal gezien toch iets meer gaan opzoeken.
Dus ik ben benieuwd hoe dat PKC dat daar zal gaan doen. PKC nu voor het eerst in de aanval. Meteen twee rebounds. Dat is lekker hè, als je in de eerste aanval met twee aanvallende rebounds kunt pakken. Dat je kunt herhalen. Nou, nu zelfs nog één. Ja, dat was gisteren bij PKC natuurlijk in een alternatieve opstelling wel anders. Het beginstuk was nogal zoekend. En nu zie je toch dat ze ondertussen hun vijfde shot nemen en het loont. Ja, kijk. Als je maar kunt herhalen, zeker met zulke goede schutter, gaat die bal er vanzelf een keer in. 1-0 voor PKC, doelpunt van Nienke Hinsbergen. En nu een vrije bal voor Fortuna. Die wordt genomen door Celeste Split. Ja, dan hebben ze net denk ik gewisseld. Want Split leek nu door Zuidweg verdedigd te worden. Vind ik ook iets logischer eigenlijk. Ja. Fleur Hoek en Sanne van der Werf. Dat is ook een heel mooi koppel natuurlijk. Ja, dat is een heel leuk duel. We hebben al wedstrijden gezien waar dat Fleur er 7 in het bakje legde. Denk de Ziggo finale. Maar andersom, als Sanne van der Werf hot is, zal ik maar zeggen, dan kennen ze er ook wel flink wat van. Ja, Sanne van der Werf maakte er 8 in de finale tegen Fortuna in 2021. Klopt inderdaad. Duel tussen Van Vliet en Kunst. En die wordt gefloten in het voordeel van Kunst. Het is een intense openingsfase. Ja, maar ik heb wel de indruk dat het aanvallende vak van PKC het iets georganiseerder aanpakt momenteel. Fortuna heeft snel balverlies. Sanne van der Werf. Niet afgemaakt. Rebound was voor Jonker. Van Wijngaarden, die was gisteren goed op schot. Deed niet heel lang mee, maar had heel snel al 4 doelpunten te pakken. Waarvan een paar hele mooie. En nu Fortuna weer in de aanval op zoek naar de gelijkmaker. Ja, Split wordt inderdaad door Zuidweg verdedigd. En nu gefloten door een overtreding van Kai van Vliet. Opnieuw tegen Richard Kunst. Strafworp, ja, overtreding tegen Van Wijngaarden. Ze fluiten een overtreding in de andere richting, nu toch nee, niet. Nee, toch een strafworp. Ja. Ja, dat lijkt me een terechte beslissing. En Van Wijngaarden scoort. En PKC heeft direct een gaatje van 2. En PKC heeft niet alleen in de score het initiatief, maar ook in het spel. Ja, absoluut. Ik denk dat het voornamelijk komt omdat het vak hier met Celeste Split en Jorre van Nieuwenhuizen nog niet op volle toeren is. Ik denk dat het ook wel te zien is hoe dat ze dat aanvallend gaan oplossen. Hè? Ja, dan gaan we kijken wat er nu in het andere vak gebeurt aanvallend. Want over aanvalskracht gesproken, Nick van der Steen en Mick Snel samen. En Fleur Hoek erbij. En Fleur Hoek staat daar nog bij, ja. En Michelle van Geffen kan ook haar goalties altijd wel meepikken. Dat is natuurlijk met het uitvallen van Daan Preuninger hebben ze bij Fortuna iets minder mogelijkheden in de breedte om daar tactische wissels te doen. Hij is niet alleen een schutter, maar hij is ook een goede organiseerder in het vak natuurlijk. Ja, ik denk dat Daan Preuninger op dit moment de beste korfballer van Nederland is. Dus als je die dan mist. Weer een strafworp, er raak 3-0 voor PKC. Richard Kunst. Fortuna moet nu echt op zoek naar de eerste treffer. Krijgt nu een vrije bal. En die zal genomen worden door Van der Steen. Ja, Fortuna moet nu echt wel beginnen te scoren, anders is PKC weg.
En nu krijgt Fortuna hem tegen in de vrije bal. Denk dat ze binnen afstand stonden, volgens de arbitrage. Dat zal natuurlijk nog een andere factor zijn voor de spelers die dan natuurlijk Nederlandse topscheidsrechters gewoon zijn. Het zal nu een ander duo zijn dat hij niet kent als speler ook. 4-0. Zita Schreuder. En waar ze zelf de grenzen ook niet van kennen van de scheidsrechter. Dus het zal voor de spelers ook wel wat aanvoelen zijn. Ja, het is natuurlijk ook een beetje per land, per competitie verschillend hoe strenger gefloten wordt, hoe bepaalde regels geïnterpreteerd worden. Ja, daar krijg je nu ook mee te maken. En wat daarbij ook lastig is, is dat je dus een duo hebt, een arbitraal duo, die ook uit twee verschillende landen komen. Nou, daar is het eerste doelpunt van Fortuna, van Celeste Split. 4-1, na bijna 5 minuten. En de scheidsrechters hier ook zijn natuurlijk niet. De Nederlandse scheidsrechters hebben elk weekend een topwedstrijd met topspelers. Het is internationaal, ligt dat soms wel wat anders. Deze scheidsrechters hebben maar een paar keer per jaar in zo'n wedstrijd. Split opnieuw van afstand. Rebound voor Van Nieuwenhuizen. Dat is een vrije bal. En die wordt weer genomen door Split. Van Vliet. Ja, de actie was mooi, maar ruim gemist. Dat heb ik altijd bij vrijworp. Ik heb het vorige wedstrijd ook gezegd. Er staat een vrijworpnemer op de stip, omdat hij specialist is om die te nemen. Als je het dan overneemt, moet je hem scoren. Ja. Ja, en dan is Van Vliet ook niet degene die even 5 goals per wedstrijd maakt. PKC veel efficiënter in de beginfase. Fortuna 1 uit 13. Ja, daar win je geen finales mee. PKC staat in de openingsfase op 25%. Ja, dat is keurig. Ja, bij Fortuna ook snel balverlies. Nog niet in de organisatie spelende. Ze moeten iets geduldiger zijn en ze de PKC de kans geven om in de fout te gaan en daarop ook in te spelen. Ja, ik denk als PKC deze voorsprong houdt en misschien nog wat uitbouwt, verwacht ik wel een eerste time-out van Fortuna. Ja, dat denk ik ook. Ja, het is natuurlijk wel internationaal korfbal. En over 3,5 minuut heb je al een time-out. Het is 4x10 minuten. Ja, maar ga je nog 3,5 minuten wachten als de wedstrijd maar 40 minuten duurt om in te grijpen? Nou ja, als PKC er nu 2 maakt, niet, denk ik. En anders, als PKC niet verder uitloopt, ja, dan kan dat wel. Nou, PKC weer in de aanval. Het oogt allemaal wat rustiger, hè? Wat verzorgder, georganiseerder. Ja, wel, ze zitten de juiste mensen op de juiste plaats. Jelmer Jonker gaat met Nick van der Steen aan de onderzijde. En daar is de 5-1 van Olaf van Wijngaarden. Maar het is toch aanvallend dat Fortuna het moet organiseren, hoor. Verdedigend op zich, oké. Ze halen PKC altijd een behoorlijk percentage, maar het is aanvallend dat Fortuna het eigenlijk moet gaan opkrikken. Ja, toch heeft Fortuna juist heel veel wedstrijden van PKC gewonnen. Door PKC op niet heel veel pogingen te houden. Ja, dan hoef je er zelf ook minder te maken. Als je PKC onder de 20 doelpunten houdt. Ja, klopt, maar ik denk dat we er ook wel de rol van Daan Preuninger niet mogen in vergeten. Hij kan echt, net zoals Olaf van Wijngaarden, een vak helemaal ontregelen. Ja. En hij heeft dat intellect, dat korfbal intellect, om hun het daar moeilijk in te maken. 6-1 al, Arjen van Houwelingen. Nog 2 minuten in het eerste kwart en ik denk dat Fortuna dat afwacht
om die pauze als time-out te gebruiken. En het is toch Jelmer Jonker die Nick van der Steen dan verdedigt. Ja, ja. En Olaf van Wijngaarden die onder de curve met Mick Snell daar het duel zal uitvechten. Ja. Gefloten voor een aanvallende overtreding. Ja, dat is toch wel verrassend. Want Van Wijngaarden die wil altijd de beste aanvaller, de beste schutter van de tegenpartij verdedigen. Nou, dat is, wat mij betreft is dat toch Nick van der Steen. Het zou ook niet onlogisch zijn, aangezien Nick van der Steen de laatste wedstrijden toch behoorlijk wat goals over zijn rekening heeft genomen. Nou kan Jonker ook wel verdedigen hoor. Ja, ik denk dat ze vooral bang hebben dat Mick snel onder de curve tegen Jelmer Jonker misschien iets te veel voor herhaling zal zorgen in dat vak. Dat is al het punt. Nick van der Steen scoort heel veel, maar scoort vooral ook mede heel veel doordat Mick snel soms gewoon 40 rebounds in een wedstrijd pakt. Nou, en die angel willen ze er nu uithalen door Van Wijngaarden veel rebounds te laten pakken, lijkt het. Waardoor Nick van der Steen minder kan herhalen. Ja, klopt inderdaad. En je zag bij Nick van der Steen vroeger stond hij ook met Mirjam Malta, met Thomas Rijgersberg. Dus als hij veel kan herhalen, is hij super dodelijk. Ja. Als je die angel, zoals je zegt, er inderdaad kan uithalen, dan denk ik dat ze toch uit een ander vaatje moeten tappen. En dan kijk ik bijvoorbeeld om eens het spel te verleggen op Fleur Hoek, zoals ze nu doen. Ja. Om er toch een andere beweging in het vak te krijgen. Nee, dit vak staat nog op nul. En toch een stuk of 10 pogingen nu. Ja, dan zit het eerste kwart er bijna op. En dan heeft PKC een forse voorsprong. Nu is het dan tegen een tegenstander als Fortuna zeker nog niet gespeeld. Nou, ze moest wel schieten met de klok op 1 seconde. Ja, dan eindigt het eerste kwart met een 6-1 voorsprong voor PKC. Lies, dit hadden we toch niet zien aankomen? Nee, ik had gedacht dat, dat Fortuna toch iets closer zou zijn met PKC. Dus dat we een iets closer game zouden hebben. Ik denk dat PKC prima uit de startblokken is gegaan. En dat zal voor hen zeker comfortabel zijn. Ja, PKC, voor PKC gaat alles goed momenteel. Ja, eens. Ja. Ja, maar we zien ook de percentages. Het percentage van PKC 21%. Het percentage van Fortuna ligt op 4% als ik het goed heb. Ja, dat is natuurlijk, en van afstand 4,5%. Bij PKC is dat 13. Ja, heel simpel. Fortuna heeft goals nodig. Ja, klopt. En ook wat meer aanvallende rebounds. Fortuna heeft een reboundpercentage van 46%. Ja, dan kun je ook te weinig herhalen. Ja, het is voornamelijk in het vak met Joren van Nieuwenhuizen en Kai van Vliet, denk ik, dat ze daar de bal best snel kwijt zijn. In het vak met Mick Snell zal dat iets anders zijn, want Mick gaat er het merendeel van de tijd onder de korfvel een aantal ballen pakken. Ja, toch heeft Mick Snell ook nog maar 2 aanvallende rebounds gepakt. Dit was dan de derde. Dan is het gevoelsmatig. Ja. En nu een vrije bal voor Fortuna. En die wordt dan weer genomen door Nick van der Steen. Die staat op 0 uit 5. En heeft heel hard een goal nodig. Dat is ook zo'n speler die even zijn eerste goal nodig heeft. Om daarna even flink raak te gaan schieten. Hè? Het is een duivel in een doosje, zeggen ze bij ons in België. Ja. Eens die begint. Precies. Ja. Wij zeggen dan wel eens, als hij dat deksel eenmaal eraf heeft geschoten, dan vliegen ze achter elkaar. Ja. En dan is het ook behoorlijk moeilijk om hem te verdedigen. Hij is zo waanzinnig snel. Hij schiet van zo ver. De dames ondersteunen hem dan heel goed daar in die loopacties. Ja, nu kwam het schot uiteindelijk van Mick Snell. Zuidwecht, verdedigd. Volgens de arbitrage.
Ja, ook geen geluk ook nu. Opnieuw een schot van Mick Snell. Ja, en het is natuurlijk een korte wedstrijd. Ik bedoel, 40 minuten. Het scheelt 10 minuten ten opzichte van een Korfball League wedstrijd. Je hebt 10 minuten minder om een achterstand van 5 goed te maken. Ja, gevoelsmatig is dat ook wel. Je ziet de klok gewoon sneller meerdere keren afzakken. Richard Kunst nu voor de zon. Die gaat er flink overheen. De internationals zijn dat natuurlijk wel gewoon de 4 keer 10 minuten. Ja. Nee, maar het is heel simpel. Als je er 5 achter staat, ja, je hebt 10 minuten minder om het goed te maken. Met een gelukje vangt Van Geffen dan die bal nog. Zo blijft Fortuna aan balbezit. Ja, dan is het geen 7-1, maar 6-2. Michelle Van Geffen is belangrijk hoor, voor Fortuna. En ik denk als het gaatje echt nog gedicht wordt, dan zal Richard Kunst toch wel eens terugdenken aan die strafworp op 6-1. Zeker. Ik denk, net zoals dat we gisteren zeiden, zijn open doelkansen zijn schaars. Ze zijn duur. Nu staan ze nog voor, maar voor hetzelfde geld is dat binnen een paar minuten inderdaad helemaal anders. Kijk, dit was een verschil. PKC had het verschil naar 6 kunnen tillen. In plaats daarvan is het nu 4. Ja, dat scheelt nogal. Dat kan uiteindelijk, aan het eind van de wedstrijd, het verschil blijken te maken. Lokhorst. Hier had Fortuna misschien beter even kunnen organiseren. Ik denk dat het voor Fortuna ook belangrijk nu is om rustig te blijven. Rustig blijven, organiseren, de juiste spelers op de juiste plaats zetten, eindigen met de juiste mensen. Zal voor hen nu belangrijk zijn, ze moeten even zakelijk spelen en de juiste kansen gaan nemen. Ja, dit vak van de Vernieuwenhuizen staat nu op 1 uit 14 en het vak van Snel staat op 1 uit 16. En dit is wat ik daarnet zei, het vak stond niet in de organisatie, KJV en Vliet stond niet goed opgesteld in de korfzone, want toch komt er een shot en ze zijn de bal snel kwijt. PKC is hem nu ook kwijt en Jonker discussieert, maar het heeft geen enkele zin om te bakkeleien met de arbitrage. De PKC-aanhang zingt het lied België van het goede doel. Terwijl dit toch echt een Nederlandse finale is. Misschien hopen ze dat de Belgen gaan mee sporteren. Dat kan ik me voorstellen, ja. Borgerhout is ook groen-wit, hè? Ja, klopt inderdaad. Dit leek me inderdaad een overtreding. Wordt niet voor gefloten. En dan was er strafworp geweest. Het spel gaat door. Zoeken naar split. En dan timed Van Houwelingen niet goed, waardoor Van Nieuwenhuizen de rebound kan pakken. Van Nieuwenhuizen. Ja, zo. Ik denk dat de scheidsrechters daar het zelfs niet gezien hebben wat er gebeurd is. Dus ze fluiten niks. Nee, leek toch wel iets aan de hand. Ja, dit was een armklem van Vliet, als ik het goed zag. Op Kunst. Nou, het spel gaat verder. Van der Werf. En dan is het een geluk voor Fortuna dat PKC in dit tweede kwart nog niet heeft gescoord. In de eerste 4 minuten. Dankzij de gemiste strafworp voor Richard Kunst. Toch kan Fortuna niet profiteren van die scoreloze momenten. Nee, ze hebben er zelf maar eentje gemaakt. En ze hebben daar heel veel kansen voor nodig. Ja, dat was goed verdedigd van de Michelle Van Geffen. Goede onderschepping. Je ziet langs Fortuna kent ook Jimmy Swieker al opwarmen. Ja, dat begrijp ik wel, want dat is een echte schutter. En Fortuna heeft doelpunten nodig. Want op zich, kansen creëren, dat gaat nu prima.
zal waarschijnlijk zal die, mogelijk zien vallen in de plek van KJV en Vliet. Om daar toch een andere dimensie aan dat vak te gaan geven. Hinsbergen, tekort. De PKC houdt balbezit. En dit is wat jij bedoelt met organiseren. Hè? Gewoon je rustig neerzetten. Je niet laten verleiden om die tweede bal snel te nemen. Kalm te bewaren. Hier ook de juiste mensen op de juiste plaats. En dat levert nu een doelpunt op. 7-2, Jelmer Jonker. En daar is de 7-3 van Celeste Split. Ja, typisch schutter op het rechtse been. Fijn om te zien hoe dat ze de bal er telkens toch wel een aantal keer in kan leggen. Meer dan 900 doelpunten in de Korfball League. Knap toch? Ja, geweldig. Ja. Grootheid. Bij PKC de 7 doelpunten van 6 verschillende schutters. Van der Steen. Fortuna zal nu met dit aanvalsvak voor de vakwissel minimaal 1 en liefst 2 goals moeten maken. Knappe onderschepping van Olaf en Wijngaarden om er die doorsteekpaas uit te krijgen. Ja, Fortuna houdt wel balbezit. Maar gaat nu door de schotklok. En dus was die onderschepping van Wijngaarden inderdaad heel nuttig. Hier ook terug organiseren, terug goed staan, terug de juiste speler aanspelen. Het is ook lekker korfbal, hè? Dan met 4 voorsprong. Dan laat je je ook niet verleiden om het snel te doen. Minder snel, denk ik. Brett Zuidvecht. Die had nog niet gescoord. Zijn 7e schutter van PKC op het scoreformulier. 8-3. Dan is het enkel Sanne van der Werf. Sanne van der Werf die dan inderdaad nog op het bord moet komen. Ja, en als je een tegenstander hebt die over alle schijven scoort, dat is ook moeilijk verdedigen. Nou, deze had erin gemogen van Fleur Hoek. Ja, dat was wel mooi gedaan. Ik vind het ook leuk om te zien in dat vak dat ze met Michelle van Geffen onder de korf starten. Het is lastig natuurlijk met Olaf van Wijngaarden die die vliegende rebound gaat had proberen te bekampen. Arjen van Ouwelingen, 9-3. Ja, PKC is op stoom. Even een periode van 4 minuten zonder doelpunten. Ja, nu in 3 minuten. Fortuna heeft een probleem. Ja, Fortuna heeft zeker een probleem. We gaan zien of dat Artkorporaal en Damien er een vervolg aan gaan geven. Ik heb ook wel het gevoel dat er meer beweging is in de aanvallen van PKC. Ja, kijk, over beweging gesproken. 10-3, Olaf van Wijngaarden. Ja, en PKC maakt het 10. De grootste zorg voor Fortuna is dat het zelf 3 doelpunten maakt in 17,5 minuut. Ja, en als je dan natuurlijk nog een Daan Preuninger op de bank zou hebben, zou je inderdaad nog kunnen wisselen. Nu moet je gaan kijken naar andere opties, toch opties met minder ervaring. Ja. En dat zal toch lastig worden, hoor. Ja, en aan de pogingen ligt het niet, hè. Want Fortuna staat op 45 pogingen. Nou, in een helft van nog geen 20 minuten. En dit is zelfs de 11-3. Het ligt wel aan de herhaling op zich. PKC lijkt mij meer te kunnen herhalen in één aanval. Ja, lijkt zo. Ja, en toch is dat optisch, want ze staan op bijna evenveel pogingen. En ze hebben ook evenveel aanvallen. Ja, zo kan het gevoelsmatig natuurlijk wel, wel aanvallen. Nou, wat daarbij wel scheelt, misschien is dat het. PKC heeft een aantal hele lange aanvallen gehad met 6-7 pogingen. Ja, dat scheelt natuurlijk ook. Dan liggen die statistieken wat automatisch wat dichter bij elkaar. Als Fortuna dan in elke aanval 2-3 keer kan herhalen. Maar ja, wat natuurlijk ook logisch is. Als PKC veel zuiverder schiet, dan hoef je ook minder te herhalen.
Ja, en je schiet dan ook met vertrouwen en ja. Dan loopt alles vlot natuurlijk. Als je er zo vlot in schiet en je hebt een percentage van 25%, dan is het lekker korfballen. Ja. Terwijl Fortuna veel harder moet werken voor zijn goals. Ja. Ja, wat bij PKC ook opvalt, is dat alle aanvallen van meer dan 3 schoten eindigen bij een goal. Van 3 of meer. Ja, dat is dat vertrouwen natuurlijk. Vertrouwen naar de schutters toe. Precies. Die aanvallen eindigen allemaal met een doelpunt. Nou, dit is er weer één. Moest er even over nadenken, maar het is 12 tegen 4. Intussen had Fleur Hoek ook gescoord. 11-4. Maar ja, de laatste minuut voor ons loopt. En dan gaat Van Vliet, denk ik, naar de kant. Ja. En dan komt voor rust komt Jimmy Slikker. Dat is ook wel tekenend, hè? Dat zo'n wissel dan niet in de rust plaatsvindt. Over 40 seconden, maar nu al. Gevoelsmatig is dat voor een speler toch wel lastig. Dat bedoel ik. Lastig, ja. Ja. De vraag is maar of dat je er... momenteel veel waarde aan moet hechten als je 12-4 achter staat natuurlijk. Dan moet je gewoon zakelijk zijn en de beslissingen nemen. Ja, zeker. Ja. Ja, bij PKC lijkt bijna alles te lukken momenteel. Ja. Alle ballen vallen ook precies bij PKC. En dan gaan we rusten met een 12-4 voorsprong voor PKC. En ik denk dat de vraag vooral is of Fortuna daar nog een wedstrijd van kan maken. En zo ja, hoe? Ik hoop het een beetje eigenlijk. Ja, voor de wedstrijd, ja. Voor de komende 20 minuten hoop ik het. Dat Fortuna in de tweede helft of in de twee laatste delen toch nog wat kan bijbenen. Laten we aan Jan Niebeek vragen wat Fortuna moet doen om hier nog een wedstrijd van te maken. Dus wij gaan zo overgeven aan Jan en Joy. Ja, welkom terug bij ons met een ruststand van 12-4. Dat zegt een hoop 12-4, vooral die 4. Ja, dat klopt, ja. Dat is anders dan wat we gehoopt hadden natuurlijk. En ik denk ook wel dat er niet heel veel op af te dingen is. In de zin van, ik vind PKC echt gretiger in de duels. Maar het belangrijkste zit natuurlijk in het vak met Kai, die gewoon volledig verstoord wordt. Nou, eigenlijk een beetje wat ik van tevoren zei. Van ja, ik ben benieuwd in hoeverre ze dat gaan doen. En zij doen dat ook direct. En dan heeft dat vak het heel moeilijk. Want, en Kai weet eigenlijk ook niet zo goed hoe hij ermee om moet gaan. Dus het is jammer voor de wedstrijd. Maar dat is dan wel een interessant deel. Van ja, ja. Hoe pak je dat dan op? En hoe zorg je ervoor dat het weer gaat draaien? Want je ziet ook, Fortuna schiet 9%. Tegen 25% van PKC. Het aantal pogingen valt het. Ik had eigenlijk gedacht dat het aantal pogingen van PKC wat hoger zou zijn. Maar het is helemaal niet zo. Dus het zit hem vooral in de kwaliteit of in het scoren. Ja, dat... En ik ben... Ja, het was te kort om met Jimmy Zwicker kwam er natuurlijk in. Het was eigenlijk te kort om te kunnen beoordelen van gaat daar echt een verandering plaatsvinden. Je zag wel dat... Richard Kunst gelijk op een andere manier ging verdedigen. Ja. Dus dat zag je wel. Maar ik ben benieuwd of dat ook gaat renderen. Ja, verwacht je dat Kai van Vliet misschien aan de andere kant weer terugkomt? En dat ze misschien een wissel maken met, ik noem maar, Mick Snell of iets? Of verwacht je gewoon dat Jimmy Zwickers nu blijft staan? Nou ja, ik denk dat het een beetje zal afhangen van hoe het gaat renderen.
Ja. Dus kijk, je ziet het andere vak heeft het eigenlijk ook niet echt makkelijk. Hè. Schiet ook zeer matig. En ik denk wat Jennifer Tromp aan de voorkant zei over van ja, ik wil een agressief PKC zien. Ook in de acties naar binnen. Dus je niet naar buiten laten drukken. Ik vind dat ze dat eigenlijk hartstikke goed doen. Dus daar zie je ook wel een verschil. Dat PKC veel goede kwaliteit kansen heeft. En Fortuna die heeft dat normaal gesproken natuurlijk ook wel in hun spel zitten. Dat ze wat van verder de pogingen nemen om rebound druk te vermijden. Maar ik vond in dit geval... we kunnen gewoon concluderen dat Fortuna er niet goed in zit. En dat ze ook uit een ander vaatje moeten tappen, denk ik. Ja. Als Kai van Vliet zijn, als je niet lekker in de wedstrijd zit. Je speelt tegen een Richard Kunst die bakken met ervaring heeft. Je ziet dat hij precies weet hoe hij het uit moet spelen. Ja. Om er dan een minuut voor rust uitgehaald te worden. Is dat niet een extra knauw? Ik denk dat de coaches me best wel lang hebben laten staan. Dus ze hebben echt wel even aangekeken van... Ja, hoe kunnen we dit oplossen? Maar dat kwam niet. Dus ja, op een gegeven moment moet je natuurlijk ook ingrijpen. Want de verandering was er niet. Dus misschien, het zou natuurlijk kunnen dat hij terugkomt nadat ze hem gecoacht hebben. Dat weet ik niet. Ja. Maar, en het zou kunnen dat hij in het andere vak terugkomt. Maar ja, ik verwacht eigenlijk dat PKC dan precies hetzelfde zal doen. Ja. Dus dit is ook wel gewoon een test voor Kai. En ik denk ook een leerzaam moment. Want... hier moet je dus beter mee omgaan. En wat is er dan voor nodig? Ja, en je had het al even over het percentage van PKC. Ik hoorde dat de commentatoren zeiden dat tot nu toe elke aanval waarin 3 schoten werden genomen, dat eindigt op een goal. Oké. Okay. Ja, dat is best een mooi percentage. Nee, precies. Als je 3 keer kan schieten. Ja. Nou ja, je ziet vooral in het vak met Richard Kunst vind ik ook dat ze een rebound overwicht hebben. Dat Joren moeilijk kan inbreken op die rebound. En dan kunnen ze natuurlijk gewoon herhalen op Arjen van Houwelingen die een aantal keren kan herhalen en de bal erin schiet. Dus ik denk dat PKC op dit moment gewoon de zaak is uitstekend op orde heeft. En waarschijnlijk, we hopen het natuurlijk niet, maar misschien wel een gewonnen wedstrijd speelt. Ja, ja en dan zei Art Korporaal vooraf, ja, als het op een gegeven moment een gelopen wedstrijd is, ga ik ook andere wissels inzetten. Ik kan me toch voorstellen dat je dat zo na de rust nog niet doet. Want dan geef je ook wel een signaal af. Naar de mensen die allemaal zijn gekomen voor deze wedstrijd. Nee, maar ik verwacht dat ook die spelers, die willen revanche. Dus die gaan niet, die gaan nu de kleedkamer in. Die gaan daar eens goed over nadenken. En die komen met extra energie het veld in om dit recht te zetten. Dus ik ga daar niet vanuit dat gaat gebeuren nu al. Ja. Want ik heb ook niet het idee dat de spelers op het einde van hun latijn lopen of zo. Het zit vooral, denk ik, in het tactisch verhaal waarom het er nu niet uitkomt. Ja. En er zal wel een stukje meer energie in moeten, denk ik. Dus dat vanuit Fortuna kant. En ik hoop zelf dat het gewoon nog een wedstrijd wordt. Maar dat wordt wel een erg lastig verhaal, denk ik. Want PKC zit er prima in. 12 goals. Beide kwart en 6. Dus zij zitten gewoon op een schema van 24 goals. Ja, daar zal Fortuna wat aan moeten doen om nog een wedstrijd van te maken. En scorend zal het echt wel even een stuk beter moeten. Ja, en ze zullen dus dan uit een ander vaatje moeten gaan tappen om überhaupt dit gat nog in te kunnen lopen. Ja, klopt. Ja. Ja. Het staat nu 12-4. Vorige wedstrijd heb ik het niet gevraagd, maar een einduitslag? Nou ja, ik denk dat het 20-12 gaat worden of zoiets, denk ik. Oké, een hele mooie einduitslag. We hopen natuurlijk op een mooiere tweede helft, vooral van Fortuna's kant. Ja. En we spreken elkaar na de wedstrijd weer om te kijken wat artsen uit welk vaatje die eens gaan tappen. Precies, dank je. Ja, dank je wel. Voor de kijkers thuis, heel veel plezier met het kijken naar de tweede helft.
niet bij. Nou, wij schijnen alweer live te zijn, dus we gaan praten. Hij kreeg even uitleg over de statistieken. En het is wel een hele leuke. Hij is te leuk om niet te delen. De rebound-statistieken die wij op het scherm krijgen en die ook worden geteld op bijvoorbeeld de website van de Korfball League. Dat zijn alleen de rebounds vanuit de reboundpositie. Dus de steel rebounds en waarbij ook een vliegende rebound als steel rebound wordt geteld. Ja, die komen nog niet eens terug in de statistieken per speler. Dus bijvoorbeeld een Olaf van Wijngaarden. Als je ze wel mee gaat tellen, hoeveel rebounds pakt hij dan wel niet? Hè? Ja, dat ik de percentages natuurlijk op een heel ander gezicht door. Want Olaf van Wijngaarden heeft nu officieel 5 rebounds aanvallend. Nou ja, de verdedigende rebounds worden sowieso niet geregistreerd. We tellen altijd alleen maar de aanvallende. Maar daar komen dus ook de steel rebounds in de aanval nog eens bij. Ja, wow. Dan zal die normaal een stuk hoger zitten, denk ik. Dat denk ik, ja. Nou, was toch leuk om even te noemen. Ja, we waren al aan het rekenen en aan het tellen. En, ja, wij zagen dat bijvoorbeeld het vak van... Van die soort kunst 6 uit 20 schiet. Maar er stonden 11 rebounds. Terwijl ja, er wordt 14 keer gemist. Dan moet je 14 rebounds hebben. Nou ja, dan zijn daar dus 3 steel rebounds bij geweest. Nou, dat was even wiskundeles. We gaan weer korfballen. Tweede helft. PKC Fortuna. Finale Champions League. 12-4 voor PKC. Ja, normaal gesproken, Lies, als PKC mee blijft scoren, spelen ze dit uit. Ja, het zou straf zijn als ze dit op 20 minuten nog uit handen zouden spelen. Of Fortuna moest ineens toch de korf gevonden hebben. Kijk, een Fortuna dat in vorm is, kan het. En in de competitie, in eind november, stond PKC kort na rust ook dik voor. En toen kwam Fortuna nog langzij. Toen maakte PKC maar 2 of 3 goals in de laatste 20 minuten. Joren van Nieuwenhuizen maakte in ieder geval de eerste na rust. 12 ja. tegen 5. Dit is al een lekkere om de kleedkamer uit te komen. Ja. Gewoon eerste goal, hup, direct er tegenaan. En kijken hoe dat ze de wedstrijd kunnen omkeren. Ja, het begint met zelf doelpunten maken. Ja, en dit helpt dan niet, hè. Als Olaf van Wijngaarden. En die statistieken kloppen wel, hoor. 5 uit 9. Goedemorgen. 13 tegen 5. Daar komt Fleur Hoek. Ja, pech dan ook in de afronding. Ja, dit zijn de kansen dat Fortuna dan zeker wel moet afwerken om langszij te komen. Ja, zulke ballen mogen ze nu echt niet meer missen. Maar laten we hopen op een leuke tweede helft. En eigenlijk toch ook dat de spanning een beetje terug kan komen. Van Houwelingen. Een rebound voor Kunst. Ja, daar is weer een doelpunt voor PKC. 14-5 en de coaches zitten glimlachend met de armen over elkaar. Ja, een gat van 9 met nog 18 minuten. We hebben het al gezegd, het is een kort format. 40 minuten. Ja, en zeker wetende dat je binnen een week nog eens tegen elkaar speelt. Voor het vertrouwen, denk ik, zou het ook wel fijn zijn voor Fortuna om nog... Iets meer doelpunten te maken en die wedstrijd toch te eindigen met wat leuke plays. En voor PKC is dit wel een lekker gevoel om naar een volgende wedstrijd te werken, denk ik. Ja, die moeten hier over 1,5 week naartoe. Die zeggen, nou, daar hebben we zin in. Kom maar op. PKC alweer in de aanval. Zuidrecht. En Vernieuwhuizen laat die bal gaan. Balbezit voor Fortuna. Ja, Fortuna heeft heel snel goals nodig. Oh,
Ja, dan ben ik toch benieuwd of dat ze inderdaad met de vakken toch iets gaan wisselen. Of dat de enige wissel bij Jimmy Zwicker in de plaats van Kai van Vliet zal komen. Of dat ze toch misschien met Fleur Hoek naar Celeste Split gaan om er misschien uit een ander vatje te tappen. Ja, dan nu nog of in die volgende wedstrijd? Als ik coach zou zijn, zou ik het misschien nu proberen om te zien wat het effect is. Ja. Nu kan het, de wedstrijd lijkt verloren te zijn of lijkt verloren te gaan. Dus dan zou ik het misschien eens proberen voor als het de volgende wedstrijd hetzelfde beeld geeft of dat er een verbetering in zit. Ja, maar wat wij ook niet weten, en dan moeten we straks maar even naar vragen, is hoe het met Daan Preuninger is. Nee, want als hij op korte termijn kan terugkeren en weer minuten kan maken, dan ziet de wereld er ook weer anders uit voor Fortuna. Ja, ik heb geen zicht op zijn fitheid op deze moment. Nee, dus daar misschien moet Joy daar straks, als ze dit hoort, even naar vragen. Een Art Corporaal. Nou, Fortuna op jacht naar een doelpunt. Want is ja, geen rebound. Oh. Dan zien we er een stevige duwpartij met Fleur Hoek en Jelmer Jonker. Ja, daar gaat Jonker met Hoek in discussie. Ik denk dat het zo was dat Jelmer eigenlijk opteert voor gesneden. Omdat hij tegen Fleur Hoek aanloopt en Fleur die reageert er op een fysieke mate op. Volgens mij was er niet zo heel veel aan de hand. Nee, ik denk het ook niet. Nee. We kennen elkaar natuurlijk goed, hè? Ook allebei international. Van der Steen. Jonker staat wel goed te verdedigen tegen Van der Steen. Die nog op nul staat. Ja, dat is het hier ook. Hè. Hij gooit 0 op 8. Ja, en als hij er eentje in krijgt, dan zal het beeld al wel veranderen. Maar 0 op 8. Ja, en Mick Snell pakt maar 50%. Van zo'n rebound tegen Olaf van Weijgaarden, dat helpt ook niet. Ja, maar dat is ook. Mick Snell is absoluut een topper. Maar hij staat natuurlijk tegen Olaf van Weijgaarden, een van de beste rebounders van Nederland. Al zijn er niet misschien de beste. Dus als je dan maar 0 op 9 gooit aan de buitenzijde, dan moet je ook meer ballen gaan nemen. Dus ik denk dat het echt langs de buitenkant het percentage moet opgekrikt worden, zodat hij minder rebounds moet gaan pakken, per se. Ja. En even voor de niet helemaal. Inside is vanaf de buitenkant, dat bedoelen we van afstand. Ja, klopt inderdaad. Ja. Ja, inmiddels alweer 5 minuten verstreken. En de voorsprong van 8 bij rust is alleen maar iets groter geworden. 9 met nog 15 minuten te spelen. Is Fortuna dus geen steek opgeschoten. En nu ook nog balbezit voor PKC. Ja, er lukt helemaal niks vanavond. Nee, je ziet ook de frustratie bij de spelers onderling dat er te weinig gecommuniceerd wordt naar elkaar, dat het duidelijk niet loopt. Dus. Vrije bal nu voor PKC. Ja, en een nederlaag kan nog, maar dit dreigt echt een pak slaag te worden. Ja, ze maken minder doelpunten nu dan de Belgische ploegen gisteren tegen PKC. Ja. Daarbij moet wel gezegd dat PKC nu in zijn sterkste opstelling aantreedt. Ja, hè? Absoluut, absoluut. Gisteren had PKC ook 4 spelers aan de tweede. Ja, en dat is geen kleine nuance natuurlijk. Nee, dat scheelt nogal. Ja. Ja, dan hebben we Leeuwenhoek nog niet eens gezien. Ik denk ook dat PKC hem niet eens gaat brengen, als het zo blijft. Nee, ik denk misschien dat ze hem wat rust gaan geven. Ondertussen zien we Jessica Lokhorst die zich misstapt heeft. Ja. En die er uit zal gaan voor René van Ginkel. Ja, van Ginkel komt. Dat is wel een logische vervanging dan. Hoewel Fabienne van Erg gisteren ook prima inviel. Overigens lopen De Rijken en Leeuwenhoek wel warm. Z-
Ze zijn alweer aan het korfballen. Ja, ze leken alweer te spelen. Maar de klok loopt nog niet. Nou, nu wel. We gaan nu echt verder. Ja. Ja, het uitval van Jessica Lokko zal in dit vak ook wel een ander lating zijn. Ze heeft toch met haar lopend vermogen wel wat capaciteit om het vak mee te regelen. En, ja, de beste verdedigster ter wereld. Ja, ik heb er echt wel aan, hoor. Ik heb er in Budapest en met de nationale selectie een aantal keer tegengestaan. Ik heb de binnenkant van de hand gezien en niet veel anders. ja, veel treffender kan je het niet voor worden, denk ik. Huh? Nee, ja, het is zo bijzonder moeilijk. Ze geeft zo weinig ruimte weg. Ja, ja, geen. Ja. En weer één voor PKC. Oh, 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 oh. 15 tegen 5. Richard Kunst. En is dit dan het grootste verschil tussen PKC en Fortuna de afgelopen jaren tijdens een wedstrijd? Ja, dat denk ik wel. Dan moet ik wel zeggen, het verschil in de competitiewedstrijd van november, die ik noemde, ja, was ook iets van 8 of 9 op een gegeven moment. 10 is denk ik wel nieuw, ja. Ja, er sluit bij Fortuna nu ook een bepaalde gelatenheid in, hè. Van nou, dit is niet onze avond. Ja, gelatenheid. Geen communicatie meer. Het is niet dat ze met elkaar overleggen voor een nieuw actieplan. Ze peppen elkaar niet meer op. En dan ben ik persoonlijk wel benieuwd welk plan dat ze dan de volgende wedstrijd kan op de mat leggen. Ja, nu zijn Art Corporaal en Damien Volken staan wel heel nuchter in. Die gaan dat gewoon beschouwen als een nieuwe wedstrijd. Ja, ja. En zo gaan ze de ploeg ook vertellen. Want we beginnen gewoon opnieuw. Ja, je kunt een keer een off day hebben als ploeg. En PKC heeft optimaal gebruik gemaakt van de omstandigheden. Maar dat wil absoluut niet zeggen dat dat over 10 dagen gewoon even hetzelfde is. Het is gewoon een nieuwe wedstrijd. We zien ook Michelle van Geffen ondertussen een blessurebehandeling krijgen op het veld. Ja, en ik denk dat als ze ook maar enigszins aangeeft van ik weet het niet zeker, dan gaan ze haar nu wisselen. Want bij zo'n stand... Met nog 12,5 minuten neem je geen enkel risico. Ja, het is de knie van Olaf van Wijngaarden die in een onfortuinlijke botsing tegen de bovenbeen van Michel van Geffen komt. En die wordt inderdaad gewisseld. Ik denk dat Fabienne van Erk komt. Ja, van Erk staat inderdaad klaar. Daar komt ze. Van Erk speelde gisteren best een goede wedstrijd. Ja, ik vind het ook een leuke dame om naar te kijken. Oh, en nog één voor PKC. 16 tegen 5. Ja, Fortuna heeft in dit kwart, hebben ze er ook weer maar één. En die derde kwart staan er nu 4-1 voor PKC. Het verschil is nu 11. Ja, het is opnieuw Olaf en Wijngaarden met 6 goals. Hij schiet dan 60%. Ja, dat is niet normaal, hè. 6 uit 10. En ook niet van dichtbij, hè. Nee, en dan wordt het gewoon heel moeilijk om PKC af te stoppen op deze manier. Ja. Daar gaat de zoomer. Ik denk dat de klok nog niet meeliep. Leeuwenhoek is nu echt goed aan het warm lopen. De Rijken ook. Die gaan toch allebei nog wel even meedoen, denk ik. Ja, bij... Fortuna heeft drie jaar geleden nog de Europa Cup gewonnen. Zijn laatste die gespeeld werd voor COVID. En PKC werd 2 jaar geleden, 2021, landskampioen. Maar vorig jaar ging de Europa Cup niet door. Dus dat betekent ook dat de meeste spelers van PKC hebben nog nooit een Europa Cup gewonnen. Alleen Olaf van Weijgaarden, Laurens Leeuwenhoek, Richard Kunst en naar de tweede Tom van der Ree. Dat zijn van deze 14 volgens mij de enige 4
die hem hebben gewonnen. En Sanne van der Werf was er toen nog... 2016, ik denk het net niet, nee. Ja, en Fortuna heeft de laatste editie in de oude vormgeving. Ja. Gewonnen tegen Kwik, waar ik natuurlijk speel. Dat was nog in de tijd met Thomas Rijgersberg en Mirjam Alta. Ja. Nou, nu 16 tegen 6. Doelpunt van, ik dacht van Jimmy Swicker. Ja, Swicker. Nee, ik denk niet dat Van der Werven 7 jaar geleden al bij was. Misschien dat ze toen een tweede zat, dat zou kunnen. Nog 1 minuut in het derde kwart, 16 tegen 6. En daar is de 17 tegen 6 van Arjen van Houwelingen. Ik herinner me trouwens dat ik heb volgens mij een interview met Sanne van der Werf gezien. Waarin ze aangaf dat ze de Europa Cup nog niet gewonnen had. Dus ik denk dat ze er niet bij was. ja. Nou, ja, PKC. Dit is een strafwoord, denk ik. Ja. Ja, het is wel leuk voor de nieuwe spelers natuurlijk om een Europa Cup als eerste te winnen. Ja, en ook als je internet... Nick Snel. Dat is al heel veel tekort. Hij krijgt nu een vrije bal. Ja, dan zien we toch, Richard Kunst heeft er eentje overgegooid. Mick Snel eentje, nu veel tekort. Ja. Ja, en bij Van der Steen lukt ook helemaal niks. Ja, dit zijn de ballen die typerend zijn voor een wedstrijd wanneer dat er niks lukt. Dit vak van Fortuna schiet onder de 6%. Alleen een goaltje van Fleur Hoek en eentje van Michelle van Geffen. Snel 0 uit 10, Van der Steen 0 uit 12, Hoek 1 uit 11. Ja, als je hem al wil analyseren, alleen even kijken wat je niet goed deed met de pogingen en dergelijke. Maar ja, volgens mij markeerde daar op zich helemaal niet zoveel aan. Maar de schoten waren gewoon niet zuiver genoeg. Nee, het aantal pogingen zijn helemaal prima. Kijk, nou daar is dan eindelijk de eerste. Van Mick Snel, 17 tegen 7. Nee, maar ook de kwaliteit van de pogingen is helemaal niet slecht. Nee, klopt inderdaad. De kwaliteit is zeker niet slecht. Maar zoals we er net ook zagen, het baltje rolt eruit. Net iets te kort, al die zaken. Dat is natuurlijk het verschil tussen een wedstrijd aan jouw zijde of een wedstrijd zoals nu, waar je er 10 achter staat. Ja, het derde kwart zit er ook op. En de voorsprong van PKC is alleen maar groter geworden. 17 tegen 7. PKC won het eerste kwart met 6-1. Het tweede met 4-3. En het... even rekenen. Het tweede met 6-3. En het derde kwart met 5-2. Ja, 5-3. Nee, 5-3. Ja. Het is gewoon uitbouwen. Ze zijn gewoon telkens... En nu gaan ze waarschijnlijk Laurens Leeuwenhoek brengen. Ja, daar komt Leeuwenhoek en Romy de Rijke. Even kijken hoor. De Rijke komt voor Nienke Hinsbergen. En Leeuwenhoek komt voor Kunst. Ja, en daar worden ze niet slechter van. Nee, ja, inderdaad. Ik denk dat het comfortabel is voor PKC. Ik denk dat we het toch niet hadden verwacht. Want als we van tevoren hadden gevraagd. Welke van de twee wedstrijden is 1 verschil en welke is 10 verschil? Dan hadden we het andersom gedacht. Ja, dat denk ik ook. Ja. Jelmer Jonker maakt zelfs 11 verschil, 18 tegen 7. Wel goed werk van René van Ginkel onder de korf.
We staan deze laatste 10 minuten voor Fortuna nu vooral in het teken als een soort veredelde training. Omdat je over 10 dagen weer tegen deze tegenstander staat. Misschien wat dingen uitproberen, wat vertrouwen tanken. Ik zou het als speler wel zo opnemen, denk ik. Ik zou het als speler echt opnemen om te kijken van oké, het lukt niet. Misschien iets anders proberen en dan de ritme proberen. Dat zou ik zeker zo opnemen. Ja. Lukt het vandaag niet, dan maar de volgende keer. Ja, ik denk ook wel dat ze als speler er ook nuchter kunnen in blijven dat als de goalen niet vallen. De volgende wedstrijd zal het misschien helemaal anders liggen. Als je percentages, de eerste twee balletjes gaan er wel in, dan heb je misschien een heel ander gevoel als speler. Ja, precies. En dat kan het verschil wel zijn tussen 10 achter of gelijk of voor. Ja, PKC stond gewoon heel snel met 4-0 voor. Ja, dat is Fortuna nooit meer te boven gekomen. Maar ik kan me geen wedstrijden herinneren van Fortuna. Van de laatste x aantal jaren. Dat het scoringspercentage onder de 10% lag. Daar zullen we inderdaad al flink voor moeten teruggaan. Ja, nu is het 9,3%. Ja, kijk, en zulke ballen bedoel jij? Ja, die ketsen er dan net even uit. Deze van Jimmy Schwikker. En daar hebben ze er nou, ik denk wel 10 of 15 van gehad. Ja, en dat is typerend voor deze wedstrijd. Waar dat het voor Fortuna gewoon niet lukt om die bal erin te krijgen. Ondanks het feit dat het wel prima uitgespeelde kansen zijn op deze moment. Ja, precies. En ik denk als ze de wedstrijd zelf gaan analyseren, dat dat ook wel het gevoel zal zijn. Ja, soms heb je van die dagen, dan vallen de ballen niet. Dan lukt het niet. De Rijke. De rebound van Wijngaarden. Nog een keer de Rijke. Die mist twee keer Royaal de Korf. Nog 7 minuten en dan zit de strafexercitie van Fortuna erop. Want zo mogen we het wel noemen, denk ik. Ja, als speler zou ik het zo aanvoelen. En dan is er straks nog een feestje in de kantine. Maar eerlijk, dan denk je toch van inpakken en wegwezen. Ik wil naar huis. Ik denk, er zijn verschillende spelers. Er zijn spelers die het willen vergeten en juist wel het feestje willen meedoen. En gewoon denken van oké, goed, het is de volgende wedstrijd en laten we even gewoon een kopje leegmaken. Er zullen zeker ook spelers zijn die aangeven van ik ga naar huis na deze wedstrijd. Het is klaar. Ik ken een speler als Mick Snell, die haat verliezen. Ik denk niet dat hij heel lang blijft vanavond. Nee, dat denk ik niet. Nou, nu een rebound voor Snel. Nog 6 minuten. Vaak niet zo opvalt en ze doen relatief weinig wordt genoemd. Maar ook vandaag weer fantastisch speelt. Dus Arjen van Houwelingen. Ja, ik vind hem doorheen de jaren wel een onderschatte speler. Enorm. Hij is, hij is altijd aan het werken. Hij kan zich volledig wegspelen voor zijn vak. Pakt vandaag ook weer 4 goals mee met een percentage van rond de 30%. Ja, en gisteren ook. Ik heb een heel aantal wedstrijden van PKC gekeken dit seizoen al en daar doet hij ook een prima verdienste en ik vind hem een zware onderschatte speler vaak. Het is ook een hele bescheiden jongen. Misschien dat hij daardoor ook wat minder opvalt. Hij blijft altijd zeer cool op het veld. Ik heb hem heerlijke goal zien maken en dan blijft hij ijzig cool. Ja, maar hij vestigt de aandacht niet op zichzelf. Nee, ja, klopt. Kijk, sommige spelers kunnen na de zoveelste goal even flink borst roffelen, zeg maar. Ja, dat zul je hem niet zien doen. Nee. En dan zien we bij de supporters toch er is een samenwerking tussen de supporters van Borgerhout Groen-Wit en die van PKC. Ja, die zijn er maar gewoon bij gaan staan. Die denken, hé, die kleuren die komen ons bekend voor. Ik denk dat supporters van Borgerhout Groen-Wit aan de derde helft begonnen zijn. Ja, ze hebben gelijk.
Dat is wel leuk om daar te noemen. Jan de Jager, jaren coach van PKC geweest. En nu de technische man. Heeft ook nog Borgerhout Groen Wit getraind. Ja, klopt. Enkele jaren. Enkele jaren. Twee jaar. Dat is eigenlijk wel fijn om Jan de Jager als trainer in de Belgische competitie te hebben. Hij geeft toch wel wat meerwaarde. Ja, nu ook een Nederlandse trainer, hè? Al enkele jaren. Johannes Schot. Ja, dat is een halve Belg. Maar... Ja, hij woont ook in België dus. Ja. Hij is zijn hele leven in België. Gezin, werk. Al heel lang ook. Toen hij PKC speelde, jarenlang heen en weer gereden. Hij kent elke meter asfalt van de E19, kan hij dromen. Ja, maar de Nederlandse denkwijze en de visie op korfbal en wat dat hij meebrengt als dimensie is wel niet alleen, hij is natuurlijk in de nationale selectie van België ook actief aan het werk. Ja. Het is wel een echte meerwaarde. Nou, ik merk dat ik echt aan het aftellen ben, nog minder dan 4 minuten. Celeste Split, ja, die gooit de bal erin en dit is tekend, hè? Niet eens even een vuistje. Oh, nou, bal erin. 18-8 en dan loop ik naar het andere vak. Ja, logisch, hè. Wat heb je te vieren als je 10-8 staat? En verliezen is 1, maar de manier waarop is 2. En PKC was voor Fortuna vandaag op alle fronten de baas. En dan maakt PKC er... Ja, tot nu toe denk ik maar 1 in het vierde kwart. Ja, de intensiteit is ook volledig gaan liggen. Ja, PKC weet natuurlijk ook dat de bui binnen is. En dan moet je ook niet gaan forceren. Want volgende week zaterdag staat er weer een competitiewedstrijd op het programma. En geen simpele, want dan komt de DVO op visite. En dan 3 dagen daarna tegen Fortuna. Ja, dat is natuurlijk een stevige partij. En dan moet je hier dit weekend natuurlijk twee keer kort naar elkaar aan de bak. Ja. En dan heb je DVO dat toch zeker nu in de huidige competitie zeker geen lakkertje is om tegen te staan. Nee, en dan eerst volgende week DVO thuis. 3 dagen daarna Fortuna uit. Dan KZ uit. En dan LDO-DK thuis. Dat zijn de komende 3 weken van PKC. Is minder comfortabel als ik het zo mag zeggen. Dat bedoel ik. Maar de Europa Cup gaan ze mee naar huis nemen. PKC, ik heb de beker even gezien gisteren. Is de eerste naam die op die cup staat. Omdat ze de allereerste Europa Cup in de zaal wonnen. Volgens mij heet dat de Alfons Janssens trofee. In 1985. En PKC is nu ook de naam die er als laatste wordt toegevoegd. Met het jaartal 2023. Nou, het enige wat we nog niet weten is de uitslag. Fleur Hoek prikt er weer eentje bij. 18 tegen 9. Dat is haar tweede. Ja, Niebeek vertelde in de voorbespreking dat hij dacht een 20-12 eindstand. Ik denk dat 12 misschien nog wel optimistisch is. Ja, maar dat Fortuna de 10 nog niet heeft na 38 minuten. En PKC maakt een 19e. Arjen van Houwelingen, we noemden hem net al, 5 uit 18. Ja, 28%. Ja, dat is heel erg goed. Dat is lekker hoor. Er heeft nog nooit een Nederlandse ploeg, denk ik, in de finale minder dan 10 goals gemaakt. Fortuna heeft nog 1,5 minuut om het... Om het toch nog op 2 cijfers van te brengen. Van Nieuwhuizen dan? Ook niet. Ach. Nee, dit is een masterclass van PKC. Afstraffing voor Fortuna. En hier werd volgens mij inderdaad een overtreding gemaakt op de Rijken. Maar de arbitrage denkt ook van nou, het is al erg genoeg. Ja toch? Ja, ik denk dat ze inderdaad iets hebben laten wat doorspelen, dat dit zo snel mogelijk gedaan is. Laatste minuut loopt. Ja, dan vind ik toch, hè, deze finale, het is eigenlijk een beetje een anticlimax.
van het weekend. Nou, daar is de tiende nog. Celeste Split. 19 tegen 10. Ja, dan gaat PKC nog even voor de 20ste. Van der Werf wil wel, want die heeft nog niet gescoord. Die staat op 0 uit 10. Dan gaat ze van der Werf. Door op de Rijke. Rebound van Wijngaarden. Dan gaat de Jonker. Wat wel fijn is, is de Belgische supporters die afgereisd zijn, dat ze klassenbakken van Fortuna en PKC kunnen aan het werk zien. Ja. Hoe dat de wedstrijd dan ook eindigt of geëindigd is nu, is het toch fijn om, om die echte toppers aan het werk te zien. Ja, nu kijken heel veel Belgische supporters wel heel veel wedstrijden, hè? Ook via icons en zo. Maar PKC heeft de allereerste editie van de Champions League of Korfbal gewonnen. Door in de finale PKC met 19-10 te verslaan. Ja, normaal gesproken is dat dan een euforisch moment. Maar eigenlijk was dit 20 minuten zuivere speeltijd geleden ook al bekend. Dat PKC ging winnen. Dus ja, dan is de ontlading aan het eind wat minder groot. Maar het is wel gewoon een beker die je meeneemt. En die staat te pronken in de prijzenkast. En reken maar dat het feestje gevierd zal worden. PKC kennende denk je dat dat geen probleem zal zijn. Nee, nee, die feestjes die, zijn mij ook niet onbekend. Nee. En vraag ik even aan de regie. Gaan wij nu eerst overschakelen naar de analyse of gaan we de prijsuitreiking meenemen? En daarna gaan we voor de analyse naar Jan Niebeek en Joyce Schouten. Ja, ik denk die huldiging, daar hebben wij verder niet zo heel veel aan toe te voegen, denk ik. Daar valt weinig aan te analyseren. Dus ja, wij gaan net als u gaan wij naar de huldiging kijken. En dan gaan we straks luisteren naar Joy en Jan. Alvast vanaf hier. Dank voor 2 dagen, 4 wedstrijden, kijken en luisteren. Ja, het was anders deze keer dan anders. Dus ik heb al 2 dagen mooie korfbal gezien. Ja, het was wel leuk korfbal. Gisteren waren het wedstrijden die een beetje uit balans waren. Maar we hebben wel leuke momenten gezien. En we hebben wel, zoals vandaag, ook wel een leuke kleine finale gezien, bijvoorbeeld. Ja. Het was wel oké. Ja, maar laten we wel zijn, ook in het oude format waren natuurlijk bijna alle wedstrijden uit balans. Ja, hè, dus wat dat betreft zijn we daar echt niet op achteruit gegaan. Ja, dan hadden we wedstrijden die met 32-4 eindigden. Nou, die hebben we dit weekend niet gezien. Nee, die hebben we zeker niet gezien. En ik denk dat het ook wel fijn is voor de Belgische en de Nederlandse supporters dat er meer ploegen zijn die misschien een hoger niveau kunnen halen. Ja, en het is voor Florian ten Borgeraad gewoon weer heel goed dat ze allebei 2 wedstrijden hebben gespeeld. Met flinke tegenstand, waaronder tegen elkaar. Want ja, wedstrijden tegen goede tegenstand, dus daar word je beter van. Ja, zeker mee eens. Nou, wat krijgen we nu? De huldiging. Ja, het enige wat volgens mij in het verleden wel anders was, want nu bestaan internationale selecties bestaan uit 14 spelers, 7 dames, 7 heren. In het verleden kon je bij de Europa Cup mocht je meer spelers meenemen.
Ja, dit betekent ook dat spelers van een tweede die dan dit weekend buiten de boot vielen, omdat je maar met 14 mag, ja, die krijgen nu ook geen medaille. Nee, en ik vind het wel jammer, want natuurlijk een eerste en een tweede zijn twee keer echt spelers. En het is een beetje jammer, denk ik, dat er maar 14 dan mee mogen. Ze zijn ook deel van het team. Ja, de Korfball League bestaan de meeste selecties uit ongeveer 22 spelers. 11 mannen en 11 vrouwen. Ja, die trekken toch een heel seizoen met elkaar op. Ja, daar zijn dan nu toch een stuk of 7, 8. Ja, die we vanaf de zijlijn moeten toekijken. Ja, gevoelsmatig is het gewoon heel lullig voor die twee die dat er dan juist naast vallen. Die hun kleren er naast de bank moeten gaan staan. Ja, dat is het juiste woord inderdaad. Kijk, daar is hij, de Alfons Janssens trofee. Als PKC hem toch meeneemt, mogen ze hem ook wel even oppoetsen. Is dezelfde beker als die Fortuna op Budapest had gekregen? Ja, het is een wisselbeker. Ja, misschien daarom. Ja. Die heeft al een hele rit van Budapest naar hier moeten ondergaan natuurlijk. Ja, die heeft heel wat Europese landen en steden gezien inmiddels. Ja. Ja, en de laatste keer dat ik van die beker enkele filmpjes zag, dan was het in een andere setting als deze. Ja, bij PKC 4 is het wel. Volgens mij zitten de Belgische fans al in de kantine. Daar ben ik vrij zeker van. Daar staat de bierkraan open. Ik denk, die medailles zien we later wel. Ja, zeker. Florian blijft hier nog een nachtje slapen. En ze zijn gekend, zeker de Gentse mensen uit België zijn gekend om nogal stevig te kunnen drinken. Ik ben regelmatig in Gent geweest. Ja, ik weet er alles van. Ik kan het iedereen aanbevelen. Ja, en als je daar dan toch bent en je wilt lekker eten. We hebben een Nederlandse voetbalcommentator, Sieter Vos, die doet daar altijd etentips in Spaanse restaurantjes. Ik zou zeggen, als je toch in Gent bent, ga even voor de paling in het groen. Ja, of je moet gewoon de periode gaan van de Gentse feesten. 5 dagen feest, heel de stad wordt afgezet, ja. Meerdere podia, het is gewoon geweldig om te zien. Ja. Ja. Kom maar door met die huldiging. Ze zijn op zoek naar iemand van Borgen uit Groewiet, maar ik denk dat ze allemaal al alle feesten zijn. Ze zijn de spelers van Borgen uit kwijt. Ja, ik denk gewoon iemand van Borgen uit. Ja, maar ja. De eerste huldiging is voor Borgen uit Groewiet, zonder medailles dan. Ah. En dan denk ik dat Florian zal komen en dan gaan we zo voort. Come on.
De nummer 1 staat in het midden. Ja, er wordt omgeroepen om Borgerhout Groen-Wit. Maar volgens mij mag daar wel een opsporingsbericht voor uitgaan. Ik zie nog thuis enkele spelers klaarstaan. Ja, daar komt Fortuna. Ik zie twee spelers ondertussen van Borgerhout Groen-Wit die dat er toch ergens tussen beland zijn. Ja, die staan nu tussen PKC en Fortuna heen. De rest van Borgerhout is gaan stappen, denk ik. Ja, het zou wel eens kunnen dat misschien enkele spelers van Borgerhout. Ik weet dat Florian blijft slapen, misschien dat Borgerhout Groen-Wit de bus al gepakt heeft. Ja, zou kunnen dat ze al weg zijn. Ja. Dit zijn drie scheidsrechters. Die zijn ook even weg. Staan er ook ergens tussen gestoken. Ja. We zijn toch nog ergens op de bies. Ja. Medailles worden uitgereikt door Jan-Jaap van Lezen, dat is de voorzitter van Fortuna Delft en Logistiek. En die gaat nog wat zeggen. Dames en heren, meisjes, ik wil jullie allereerst heel erg bedanken.
Bedankt aan alle vrijwilligers. Dat waren er heel veel. Van Fortuna van IKF. Van Fortuna al medailles zou uitreiken, maar eerst krijgen we nog andere toespraken. Zo, voorzitter van IKF. For the first time IKF Champions League here in Delft. En ik vind het fantastisch hoe Fortuna dit heeft opgepakt. Jullie hebben het toernooi vormgegeven als eerste om deze grote finale neer te zetten. En ik denk dat we samen dat we verder kunnen uitbouwen. Ik wil Fortuna heel erg hartelijk bedanken voor deze organisatie. Die jullie dit aanbieden. En ik wil ook aan de medaille uitreiken alle ploegen. Feliciteren, maar met name PKC. Want jullie hebben een enorm indruk gemaakt vanavond. Ik feliciteer. Dank u wel. De medailles uitgereikt. We beginnen met het brons aan Florian Merelbeke. En dat gebeurt inderdaad door de voorzitter van Fortuna. Jij hebt ook zo'n medaille. Klopt inderdaad. Ergens thuis liggen. Jij hebt geen prijzenkastje in je woonkamer? Ik moet eerlijk zeggen dat ik in Budapest ben... Heb ik een medaille gekregen en ik weet niet s'avonds op het feestje waar dat die dan eigenlijk nog beland is. Als ik eerlijk moet zijn. Je hebt ook een WK-medaille. Ja, die is wel fijn. Die ligt er is nog wel op het kastje. Maar het is, de medaille maakt niet zo superveel uit. Het feit dat er beelden van zijn is fijn. Het fijn. De herinneringen zijn leuk. En eigenlijk ook zoals de vorige Europa Cup. De connectie met andere ploegen en andere clubs is eigenlijk het leukste van de Europa Cup of een Korfball Champions League of dergelijke. Ja, jij hebt een WK gespeeld, een EK. Zijn dat echt gewoon cadeautjes op je carrière? Ja, ik vind het wel. Ik vind het wel fijn om... ik denk dat iedere speler het wel heeft om geselecteerd te worden voor een nationale selectie. Wilt wel zeggen dat het harde werk dat je erin steekt wel beloond wordt en dat je geselecteerd wordt voor de beste selectie van jouw land. Ja. En het is wel mooi om zo'n trips te kunnen doen, te mogen doen. Ja, want laten we niet vergeten, uiteindelijk is dat maar voor een enkeling weggelegd. Je gaat als
jong meisje of jong jongetje ga je sporten. En uiteindelijk is als je dan inderdaad tot het nationale team schopt en dan de titeltoernooi kan spelen, dan ben je toch een bevoorrecht mens. Ja, absoluut. En ik denk misschien zelfs dat het voor de Belgische selectie nog anders is, omdat ze natuurlijk volledig amateur zijn. En je hebt er echt, je moet er wel wat voor over hebben. Als we werkten naar de voorbereiding van een EK of een WK, dan ben je al wel enkele dagen in de week extra aan het trainen ten opzichte van de rest. En je krijgt geen vergoeding of heel weinig vergoeding. En je moet er heel veel voor over hebben om het te willen doen. En jij hebt er altijd gewoon een fulltime baan naast gehad. Ja, absoluut. Ja, iedereen van de nationale selectie. Dat bedoel ik. Ja. Ja, misschien sommigen die heel jong zijn, die studeren dan nog. Maar dan nog, het is gewoon een fulltime leven waar je ook nog even topsport in bedrijft. Als amateur. Ja, fulltime leven en daarnaast ook zijn er heel veel clubs. Ik zal bijvoorbeeld zeggen, Florient heeft 4 of 5 nationale spelers. Ze hebben niet die breedte om te zeggen, we laten die spelers in een competitiewedstrijd even rusten bijvoorbeeld. Nee, precies. Dus ze moeten elke keer aan de bak. Ze moeten ook in de nationale selectie aan de bak. En het is vaak ook tegen, je eindigt tegen Team NL. Ja, dan moet je ook weer vol aan de bak. Ja, het is hard werken. Ja, en dat is, ik denk dat de Nederlandse ploegen er gewoon veel meer marge in hebben. Als je international bent van de Team NL, dan hoef je maar 2 dagen per week te werken. Ja, dat is lekker toch? Je hebt een A-status en dat is een inkomen. En daarnaast werk je nog een paar dagen. En dan ben je een topsporter. Ja, en ze kunnen natuurlijk die tijd insteken om extra trainingsmomenten te voorzien. In de gym te zitten en al die zaken. Bij ons ligt het allemaal buiten het werk. Dus je moet na 8 uur werken moet je ook nog s'avonds daar die momenten gaan vullen. En het is wetenschappelijk gezien, s'avonds is toch niet de beste moment om te pieken qua sporter. Nee, zulke verschillen maken het ook heel moeilijk om het gat tussen het Nederlands en Belgische topkorfbal te dichten. Ja, het gaat over geld, maar het gaat ook over professionaliteit. Het gaat ook over natuurlijk de tijd, maar ook de pool waaruit gevist kan worden. Het Nederlands korfbal is heel populair in Nederland. De pool om uit te kiezen is ook veel groter. En dat creëert ook dat je betere ploegen hebt, betere tegenstanders enzovoort enzovoort. En dat is een verhaal dat zichzelf eigenlijk telkens elk jaar versterkt. Ja. Nou, Fortuna heeft inmiddels de medaille gekregen. En die krijgen de juryvoorzitters krijgen ook een medaille. En dan wordt inderdaad de Alfons Janssens Cup uitgereikt aan de aanvoerder van PKC. Wat doen we eerst? We doen eerst de medailles. Nieke Hinsbergen krijgt hem als eerste. Sita Schreuder, afgelopen jaar beste korfbalster van Nederland. Afgelopen seizoen. Bijna alle medailles zijn uitgereikt.
En dan gaan we straks toch echt over naar de analyse. Terwijl de wedstrijd al even geleden is. Dus ik ben benieuwd of Jan Niebeek zich nog kan herinneren wat er allemaal gebeurd is. Aanvoerder vandaag en de beker opgetild. Ja, welkom terug bij ons. Achter ons wordt nog druk feest gevierd. Met een einduitslag van 19-10 is het dik verdiend dat PKC nu met de beker staat. Zeker, 100% verdiend. Ja, we zeiden al even de 10% die Fortuna ongeveer de eerste, het eerste helft schoot. Ja. Ja, dat hebben ze volgehouden. Dat hebben ze volgehouden, ja. Dan krijg je deze uitslag. Ja. Dus ja, ik denk dat Fortuna wel genoeg huiswerk heeft gekregen naar aanleiding van deze wedstrijd. Ja. Ik denk ook wel, vooraf zei Art, nou uit zo'n wedstrijd haal je altijd wel iets als trainer. Ja. Nou, ik geloof dat je hier wel dingen uit moet halen, maar ook heel veel dingen moet vergeten. Nou, ik denk dat met name natuurlijk hetgeen wat rondom Kai gebeurde, is natuurlijk wel heel interessant. Want ja, dat is nu gezien. Ja. En dat zullen meer ploegen gaan doen. En ja, daar kan Kai een mooie ontwikkeling uitpakken om te kijken van, of hij daar beter in kan worden. Ja, uiteindelijk zagen we nog een wat leuk korfbal ook vanuit PKC ontstaan. Ja. Dan sta je natuurlijk best wel een aantal punten voor. En dan zie je een Jelmer Jonker samen met Olaf mooie dingen uithalen. Ja, klopt. En daar genoten ook de Belgische supporters nog van die tussen de PKC supporters waren gaan staan. Ja. Dus al met al is dat... De sfeer was gewoon uitstekend. Hè? Er werd ook net genoemd. Uitstekende sfeer in de hal, mooie volle bak. Ja, dan hoop je op een hele mooie wedstrijd. Dat is het helaas niet geworden. Nee. Maar wel, ze hebben er wel wat geprobeerd nog wat van te maken. Ja, ja. Jennifer Tromm, van harte gefeliciteerd. Staat je goed. Dankjewel. Ja, ik weet niet of er nog mensen kijken, maar dat zou leuk zijn. We doen ons best. Ja, heel goed. Ze gaan hem terugkijken, speciaal voor jou. Oké. Okay. Maar 19-10. Ja. En ik denk zeker de eerste helft. Je zei in de vorige wedstrijd tegen Fortuna schoten we niet het goede percentage. Nou, dat heb je in de eerste helft zeker wel laten zien. Zeker. Ja, de wedstrijd is natuurlijk iets korter. Hè? Daar hadden we het al over. 12-4 was het geloof ik na 2x10. Dus toen hadden we al flink gat geslagen. En dan weet je ook wel met nog 2x10 te gaan dat je al wel goed zit. Ja, derde kwart was ook goed. Laatste kwart was heel slecht. Ja. Maar goed, we hadden al zoveel over dat... Ik denk dat we het hartstikke goed gedaan hebben, vooral verdedigend. Ja. Dat denk klopt. Ik ook. Ja, heel goed gedaan. Eigenlijk is Fortuna niet in hun spel gekomen. Nee. En, wat je aan de voorkant zei over dat agressieve spel naar binnen toe ook. Ja. Ja, dat hebben jullie heel goed gedaan, vind ik. Dus, ja, zeker. Je moet gewoon in je duel je niet op laten jagen, maar het gewoon erin gaan. En niet altijd maar, oh, ze staan daar, dus dan ga ik maar naar achter. En dat, ik denk dat we dat best wel goed gedaan hebben. Ja, de tactische keuze, denk ik, op Kai pakt ook goed uit, denk ik. Zeker, ja zeker. En Richard is gewoon ook daar heel goed in om op die manier te verdedigen. Ik denk überhaupt dat onze mannen heel goed verdedigd hebben. Als je ook kijkt hoe Mick en Nick het toch wel moeilijk hadden tegen Jelmer en Olaf. Ja, klopt. Die kwamen echt pas op het eind, kwam er nog een score geloof ik van Mick. Dus ik denk dat we dat goed gedaan hebben en als collectief ook gewoon goed gespeeld. Ja, klopt. Er waren louter vrouwengoals heel lang in de wedstrijd, volgens mij, van Fortuna. Klopt. Ja. Ja, kijk, Celeste is natuurlijk, die weet toch altijd net weer een gaatje te vinden. En ik vind dat Brett haar wel heel goed heeft verdedigd, hoor. Klopt, En die laatste twee doelpunten, die was natuurlijk al gespeeld. Maar eerder in de wedstrijd deed ze dat echt wel heel goed. Ja, en dan weet je dat de klasse van Celeste is dat ze toch nog alsnog een goal maakt. Fleur en Sanne was ook wel een leuk duel. Ja, klopt. En... ja, ik denk dat we het gewoon goed gedaan hebben. Eens. Was een mooie, overtuigende overwinning. Er was niks op af te dingen en eigenlijk Fortuna echt op waarde geklopt. Gefeliciteerd. Ja.
En ik denk dat er komt een zware periode in de competitie voor jullie aan. Een aantal moeilijke wedstrijden. Ik denk dat dit een goed begin is. Zeker. Maar ja, kijk, volgende week heb je DVO. Dat is toch weer andere koek. Ja, dan is het weer toch voor de competitie. Ja. En DVO ook een hele lastige tegenstander. En dan op dinsdag gelijk weer tegen Fortuna. En dan verwacht ik ook dat Fortuna het misschien toch ook wel anders gaat aanpakken. Dus nee, we hebben nu echt wel een pittig programma. Maar deze hebben we alvast binnen. En daar gaan we wel eventjes van genieten. Ja. Ja. Van harte gefeliciteerd. En we hopen je hier weer te zien met de thuiswedstrijd. Dankjewel, succes verder ook. Ja, dankjewel. Dank je. Ja, hij komt er ook aan. Ja. De trainercoach van Fortuna Delta Logistiek, Art Korporaal. Ik denk dat er een heleboel mooie punten uitgehaald kunnen worden als trainer zijnde voor een volgende wedstrijd tegen PKC. Kijk, als we niet hard genoeg spelen, daar hebben we het weer over, dan winnen we niet. En ik denk dat wij in de beginfase niet hard genoeg speelden. Hè? Want anders laat je niet van 5 goals, laat je 2 strafworpen en 2 keer een bal doordat iemand op de grond ligt. Dan blijf je gewoon allemaal staan en dan geef je ze moeilijke schoten. Dan als je hard speelt, dan mis je niet wat open korte kansen uit doorloopacties. En met deze scheidsrechters mocht het misschien nog wel harder in de rebound. En daar zijn we ook niet goed mee omgegaan. Dus, maar goed, dat is iets wat in de Korfball League straks wel anders is. Maar die eerste twee dingen, daar moeten we wat mee. En met name vind ik gewoon de verdedigende intensiteit. Want als we PKC niet aanhaken in het begin, ja, dan gaan ze goed schieten. En dan is het een feest voor ze. En dan weten we ook dat we geslacht kunnen worden. Nou, dat gebeurde vandaag. Ja. We hebben gezien dat Kai van Vliet het erg lastig had. Er werd een tactische keuze gemaakt. Hoe nemen jullie dat mee? Want dit zullen toch meerdere ploegen gaan doen nu ze het gezien hebben dat het werkt. Nou, dat is alleen. Kijk, ik ben op zich blij dat PKC dat nu al deed. Dan weten we dat in ieder geval vast. En kijk, het is een beetje. We kunnen daar naar kijken en gaan zien wat we daarmee moeten doen. En aan de andere kant denk ik wel dat als Kai gewoon rebound speelde met een, zeg maar even, Nederlandse scheidsrechter. Dat er niet was gebeurd wat er nu gebeurde. Dus ja, ik maak me daar niet zo heel erg veel zorgen over, eerlijk gezegd. Oké. Okay. Nou, ik had wel. Het is inderdaad heel interessant dat het gewoon nu gebeurt. Want daar, ik denk dat het voor hem ook heel goed is om die ontwikkeling te kunnen pakken op dit punt. Interessant hoe hij daar in de toekomst mee omgaat. Ja, ja. Maar hij leert supersnel die kerel. En, ja. Vorig jaar zijn ze met heel veel jonge gasten is tweede kampioen van de reserve Korfball League geworden. En de jongens zijn heel snel gegaan. En nu is het weer een nieuw niveau. En dan is dit eerst tegen KCC gaat dat supergoed. En dit is weer de volgende stap in niveau tegen PKC. En dan ook tegen Richard, die gewoon, weet je, die is gewoon heel goed in verstoren. Ja. En dat is alleen maar goede ervaring. Ja, dan kan het gebeuren. Ja, 100%. Ja, dat heb je nodig. Ja. Ja. Dat heeft zo'n jongen ook nodig om die ontwikkeling te kunnen maken. Ja. Dus, en voor hem is het natuurlijk fantastisch om al die minuten in Fortuna 1 te kunnen maken. Want dan wordt hij alleen maar beter. Daar zal hij vanavond niet zo over denken. Nee, maar dat denk ik op ook de langere termijn of over een paar jaar dan denkt hij eraan terug. En denkt hij, nou toch mooi dat dat gebeurde. En nu gaat me dat niet meer gebeuren. Hey, en je hebt het over hard spelen. Denk je dat alleen in hard spelen zit? Dat je nu 10% schiet... Ja, maar in hard spelen bedoel ik meer van, kijk, ik heb een hekel aan de termen focus of scherp zijn, want daar kan ik helemaal niks mee. Maar in hard spelen bedoel ik meer dat je al je acties gewoon op maximale intensiteit uitvoert. En ik vond gewoon dat als wij het eerste kwart 1 op 24 schieten, dan kan je niet zeggen dat je de korfbalactie schieten, dat je die echt hebt uitgevoerd met het doel om de bal in de korf te schieten. Ik had meer het idee dat we dan blij waren dat we schoten. Ja. En dat komt deels door de druk van PKC, maar zeker deels ook door onze instelling vandaag. Ja. Oké. Okay. Ik ga je toch feliciteren, Art, want jullie zijn tweede geworden in de Korfball Champions League. Dus, nou, hartstikke bedankt, Jay. En je toch feliciteren. Ja, zeker. Scherp, volgende wedstrijd zal zijn tegen DOS 46. Ja. Succes daar en dan daarna dankjewel. Weer thuis tegen PKC. Yes, bedankt voor je tijd. Dankjewel. Ja. Ik hoop dat we een andere Fortuna gaan zien in de competitie, want dit was niet goed genoeg. Daar ben ik van overtuigd, want dit zul je niet vaak zien, denk ik, bij Fortuna. Nee, en... andersom voor PKC juist dat ze vast kunnen houden wat ze vandaag wel hebben laten zien. Zeker in de eerste twee kwarten. Ik vond inderdaad, de eerste twee kwarten waren gewoon echt goed. En daarna zie je wel dat de wedstrijd wegvalt langzaam aan hun kant ook. Maar dat is ook wel enigszins verklaarbaar, denk ik.
Ja. Goed, ik ga jou hartelijk bedanken voor deze twee dagen. Ja. Wie weet mag ik je nogmaals verwelkomen. Ik zou het jou graag bedankt, doen. Joy. En dan gaan we ook de mensen thuis bedanken voor het kijken. En wie weet tot de volgende keer op de Fortuna livestream.